Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA. Heet u allen van harte welkom. Ook de mensen die vanaf een andere plaats dit verhoor volgen. En ik vraag de gevierde getuigen binnen te leiden. Welkom, meneer Raap. Omdat wij de vorige keer het verhoor hebben gesloten, zal ik u opnieuw beëdigen. Want u wordt vandaag opnieuw gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. En daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de belofte te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult spreken. Wilt u weer met mij gaan staan? Dat beloof ik. Dank u wel. Nou, meneer Raap, wij spreken elkaar voor de tweede keer. Als directeur financieringen, we hebben goed geluisterd de vorige keer, en deelnemingen op het ministerie van Financiën. Zeg maar de aandeelhouder van de Nederlandse spoorwegen, onder meer. Er zijn natuurlijk meer aandeelhouderschappen. In het eerste gesprek hebben wij met u gesproken over de periode 2007-2009... En vandaag zullen wij u vragen stellen over de periode vanaf 2010. In het bijzonder over het onderhandelakkoord, over het besluit om te stoppen met de VIRA en over het alternatieve vervoer. En de eerste vragensteller van dit verhoor is de heer Van Gerven. Meneer Raap, 2 weken geleden heeft de commissie met oud-minister Eurlings en oud-president-directeur Meerstad gesproken over het najaar 2010, toen NS van plan was grote investeringen in het buitenland te doen, terwijl NS tegelijkertijd niet bereid was om extra borg te staan voor HSA, de dochter van NS die het vervoer op de HSL regelde. En minister Eurlings die wilde garanties van NS voor HSA als voorwaarde voor mogelijke doorgang van buitenlandse plannen. Hoe dacht de aandeelhouder van NS, het ministerie van Financiën daarover? Nou, wij waren bij die discussie tussen de heer Eurlings en de NS niet betrokken. U was daar, had het ministerie van Financiën daar helemaal geen weet van? Nou, van dat specifieke gesprek waar u nu naar verwijst, daar had ik geen weet van. Ik wist natuurlijk wel dat er in het kader van het onderhandel of het memorandum of understanding, dat er discussies liepen, daar heb ik ook de vorige keer over geantwoord. Ja, maar is het zo dat een van uw medewerkers daar niet bij betrokken was? Nou, bij ja, misschien discussie? Heb ik uw vraag niet goed begrepen dan. Kunt u nog even de vraag herhalen? Nou, de vraag was heel duidelijk. Ja, nee. Toch? Nou, maar ja, ik vraag toch even of u hem wilt herhalen. Ik heb het misschien niet goed begrepen. Er was eind 2010 een discussie. De volgende. NS wilde investeren in, of een bot toen, Avalon geheten. Ja. In Duitsland, op Arriva. Ja. En tegelijkertijd speelde discussie over extra borgstelling voor HSA, wat in de financiële problemen zat. Die discussie, hoe keek Financiën daar tegenaan? Eind 2010, zegt u dan. Ja. Nee, maar dan is mijn antwoord toch correct, want ik wist op dat moment niet van dat specifieke gesprek en dat specifieke verzoek van de heer Eurlings aan de NS. Wij waren inderdaad wel bezig samen met de NS te kijken naar de business case en de bieding op een concessie in Duitsland. Maar deze specifieke link is... Ik kan me overigens voorstellen dat die link gelegd wordt. U kunt zich die link wel voorstellen, maar u was niet persoonlijk daarbij betrokken. U heeft er helemaal geen weet van dat die discussie toen speelde, nee. Eind 2010. Nee. Nou ja, ik weet dat er toen al door de NS werd gezegd, nou, het gat in de business case voor de HSA is groter. En wij moeten weer eens een keer om tafel gaan zitten met INM om dat op te lossen.
Dus ik kan me heel goed voorstellen dat in die context de heer Eurlings of iemand anders van het ministerie om aanvullende garanties heeft gevraagd. Maar u brengt dat nou zo in relatie tot de concessie Avalon. En op dat moment keken wij naar die concessie en die gesprekken die INM op dat moment voerde met NS, daar waren wij op dat moment in ieder geval niet bij betrokken. Nou, uit de stukken blijkt van 12 oktober 2010 dat u daar wel bij betrokken bent. Ah, oké. Dat is dan, dat zal ongetwijfeld juist zijn. Maar kunt u dan even een voorbeeld geven om mijn herinnering even op te frissen? Nee, het ging over de discussie die ik zojuist geschetst heb. Maar u kunt zich dat voorstellen dat dat toch wel een reële gedachte was. Laat ik het eens overlaten. Dat heb ik net gezegd, ja. Ja, maar u kunt zich niet herinneren dat toen die discussie gevoerd is, waar u uit de stukken blijkt toch bij betrokken was. Nou, ik heb al gezegd, wij waren natuurlijk bij deze concessie Avalon betrokken. Wij hebben ook op een zeker moment gezegd tegen NS, je moet je wel realiseren dat op het moment dat het nieuws naar buiten komt dat het met die HSA business case niet goed loopt, dat publicitair gezien bijzonder lastig kan zijn. Hoe denken jullie daarover? Nou, en u weet ook uiteindelijk dat door exercerend in die business case van de concessie Avalon, uiteindelijk zowel de NS als ook wij hebben geconstateerd dat daarmee doorgaan, dat dat geen goede zaak was. Dus daarmee werd de relatie tussen die business case van Avalon en uiteindelijk die verzoeken van INM aan NS, die relatie bestond dus op dat moment niet meer. Omdat uiteindelijk NS ook niet is doorgegaan met die bieding op Avalon. Maar heeft u zelf nog een verband gelegd met de business case van HSA en de buitenlandse investeringsplannen van NS? Ik heb vorige keer gezegd dat wij als aandeelhouder vonden dat je HSA op zichzelf moest bekijken. Er was een contract aangegaan door NS via de dochter HSA voor die concessievergoeding, voor die concessie op de HSL. Daar waren problemen met de business case en ik heb toen gezegd, ja, als daar problemen zijn met de business case, dan moet je natuurlijk proberen de business case aantrekkelijker te maken. Oplossing is in geen geval dat je dan maar geld van NS of van de staat in die failliete business case moet stoppen, want dan verbrand je geld en daar heb je dus ook de belastingbetaler niet mee geholpen en uiteindelijk ook de treinreiziger niet. Dat is mijn verhaal. Ja. Geweest en dat is onafhankelijk van de bron van het geld. Toen werd dat gerelateerd aan de concessie, aan het superdividend. En hier gaat het om in principe een ongerelateerde casus. NS had met ons afgesproken dat er een internationale strategie was. Daar hebben wij in meegekeken. Er was een mogelijkheid ook om internationaal concessies te verwerven. Mits voldoende rendabel, mits het geld dat daarin werd geïnvesteerd dus ook voldoende rendeerde. En wij zagen niet onmiddellijk vanaf het begin een hele scherpe concurrentie tussen het geld dat je daarvoor besteedt en het geld aanwenden voor verliesfinanciering in de HSA. Want verliesfinanciering in het kader van de HSA vinden wij altijd een slechte zaak. En dat heb ik de vorige keer uitgelegd. Dat was natuurlijk toch wel in de beeldvorming een probleem. Ja, als je in buitenland investeert en binnenland de zaken niet op orde hebt, nou wordt er gesproken over een zogenaamde letter of intent. En mijn vraag is wat er is afgesproken zeg maar, tussen financiën en verkeer en waterstaat. Zeg maar de respectieve ministers, De Jager en Eurlings. Over de letter of intent? Over de letter, over de kwestie in het kader die we nu bespreken. In het kader van dit, wat ik zojuist heb. In het kader van het onderhandelakkoord? Nee, in het kader van het feit dat NS wil investeren in Duitsland en dat er problemen zijn met de HSA. En dat het Eurlings billig lijkt dat, laten we zeggen, HSA extra wordt gesteund, omdat anders die investeringen in het buitenland niet politiek verdedigbaar zijn. Ja. Nou, u vraagt dat aan mij. Ik weet niet wat er tussen Eurlings en de heer De Jager is afgesproken.
als u dat mij zo vraagt. U heeft daar geen weet van? Nou, dus u weet niet, niet wat uw baas... Zegt u? U als aandeelhouder ja. weet niet wat uw baas met heeft afgesproken. Of uw politieke baas. Dat kan ik me niet meer herinneren. Ik wil het met alle plezier voor u thuis gaan uitzoeken. Maar ik kan het me op dit moment niet herinneren. Ik denk ook niet dat het in het materiaal zit dat wij hebben aangeleverd. Ik heb dat ook niet in mijn stukken teruggevonden. De commissie constateert dat. Ja, de vraag is, konden financiën en verkeer en waterstaat, konden die formeel niks doen? Hoe bedoelt u, niks doen? Nou, met betrekking tot deze kwestie. Met betrekking tot het bieden in Duitsland? Het bieden in Duitsland en die koppeling leggen met oplossen problemen HSA. Nou, wij keken dus ook mee met de NS-mensen naar die concessie. Formeel hadden wij, denk ik, geen instemmings- of goedkeuringsrecht. Maar als wij hadden geconstateerd dat wij dit een hele slechte zaak hadden gevonden, en daar begonnen we langzaam naar te tenderen, dan, dus wij werden in het verloop van de bespreking ook steeds kritischer over deze aanbesteding, dan hadden wij wel de NS denk ik kunnen overtuigen dat ze dat niet hadden moeten doen. Is het nou een correcte weergave dat er een toch een soort procesafspraak wordt gemaakt waarbij financiën een veto krijgt over buitenlandse investeringsplannen van de NS? Een veto krijgt? Ja, dat ze gewoon goedkeuring moeten geven. Nou, we hebben in ieder geval afgesproken, zo kan ik het me herinneren uit mijn hoofd, zonder de stukken daar toe te hebben geraadpleegd, dat wij hebben gezegd, kijk, buitenlandse concessies, tenzij het nou hele kleintjes zijn, maar buitenlandse concessies zijn dermate politiek gevoelig, dat jullie dat altijd met ons goed moeten afstemmen en moeten meenemen in dit proces. En anders gaan wij dat ook helemaal niet verdedigen. Ja. Dan heb je een heel groot probleem. Dus dat, die positie hebben wij, dus ja, dat is geen veto. Een formeel veto hadden we dus niet. Maar we hebben wel duidelijk gemaakt dat wij ons niet konden voorstellen dat de NS hier solo-acties zou ondernemen. En was dat nou conform het toen vigerende deelnemingenbeleid? Nou, het was er in ieder geval niet mee in strijd. Hè. Maar wij hadden bijvoorbeeld geen statutaire, dat zei ik ook wel, geen statutaire bevoegdheden om dat soort investeringen goed te keuren. Maar we hebben gezegd, ja, weet je, als aandeelhouder is het toch wel heel raar dat je hier niet bij betrokken zou zijn. Want internationale concessies hebben natuurlijk een wat hoger risicoprofiel. Ook politiek gezien, publicitair gezien. Dus wij moeten daar gewoon goed in worden meegenomen. Dat hebben we afgesproken. We hebben ook nog wat andere afspraken gemaakt met de NS. Hè, dat de totale portefeuille van buitenlandse activiteiten niet meer dan, nou, ik zeg even uit mijn hoofd, risicokapitaal van 200 miljoen mocht bevatten. We hebben ook afgesproken dat ze meer dan gemiddeld moesten renderen, vanwege ook het hogere risicoprofiel. En dat wij goed informeel dat wel, betrokken zouden worden. En dat er geen beslissingen worden genomen zonder onze kennis. Ja, ja. Dus, dat is wat we hebben afgesproken. Dus u zat toch in een, laten we zeggen, in een... want ja, die bieding is uiteindelijk niet doorgegaan. Maar u zat wel in een positie dat u een veto had kunnen uitspreken. Ja, kijk, een veto... Dat, ik ben er weliswaar geen jurist. Nee, maar even los van Torenburg als heel heeft concreet opgemerkt verleden week. Maar een veto, een formeel veto hebben we dus niet. In de zin dat je een recht hebt. Nee, u heeft dat geschetst, maar als nou u als aandeelhouder had gezegd, wij zien het niet zitten. Ja, nou dan kan ik me niet voorstellen dat de NS door was gegaan. Maar de situatie heeft zich niet voorgedaan, maar daar zou ik echt met alle macht zou ik daar zijn voor gaan liggen. Met alle mogelijk, desnoods zou ik naar het bureau zijn gegaan in Utrecht en het hebben tegengehouden. Goed, kijk even naar mijn collega Elias of die nog vragen heeft op dit punt. Nee. Dan gaan we verder met het onderhandelakkoord. En dan zijn we eind 2011. En dan wordt het onderhandelakkoord overeengekomen tussen staat en NS. En aanleiding voor dat onderhandelakkoord was het gegeven dat, dat het duidelijk was dat HSA in 2012 failliet dreigde te gaan.
En die oplossing die gevonden wordt is integratie van de HSL Zuid-concessie in de hoofdrailnet-concessie. En wat vond u nu als aandeelhouder van deze oplossing? Nou, ik vond het een hele mooie oplossing. Ik weet niet wie hem bedacht heeft, wie daar de geestelijke vader van is, maar ik vond het wel een hele slimme oplossing. En wij hebben hem in ieder geval zelf niet kunnen bedenken, maar ik vond hem wel mooi. U vond het wel, u was er wel van gecharmeerd. Jazeker. Ja. Zeker. Kunt u dat eens motiveren waarom u dat zo'n mooi idee leek? Nou ja, aanvankelijk kijk je naar die situatie, ja, dat is wel een hele moeilijke casus. Er waren wel wat tegemoetkomingen die INM kon doen. Die staatssteun technisch en ook in relatie tot aanbestedingsrecht konden om de concessiefee iets te verlagen. NS kon ook wel wat doen om de business case iets aantrekkelijker te maken. Maar je had dan nog steeds een enorm gat, waardoor nog steeds die concessie niet rendabel was. En wij zagen niet zo 1, 2, 3 een oplossing die haalbaar was binnen de criteria van staatssteun en aanbestedingsrecht. En dan denk je, ja, uiteindelijk voor ons als aandeelhouder, in plaats van daar maar geld in te blijven pompen, zoals ik vorige keer heb uitgelegd, dan is er uiteindelijk niets anders over misschien dan die concessie maar teruggeven en opnieuw aanbesteden. Maar ja, dat heeft dan, zo werd ons ook verteld, vanuit aandeelhouderoptiek is dat dan misschien niet eens zo aantrekkelijk financieel. Je neemt je verlies, maar dan is het ook klaar. Maar budgetair bleef natuurlijk INM dan met een enorme tegenvaller op de begroting zitten, waardoor ook investeringen in infrastructuur in gevaar kwamen. Er is dan natuurlijk gedurende bepaalde tijd, rijdt er ook geen trein. En er is een enorm reputatieverlies van de NS. Dus dat was natuurlijk allemaal uitermate onaantrekkelijk. Dus toen uiteindelijk deze optie op tafel kwam en je dan alles bij elkaar kijkt en alles bij elkaar neemt, dan zeg je, hey, het budgettaire effect is een stuk minder hierdoor. INM kan dat tot een redelijk bedrag op de eigen begroting inpassen. Iets van een 400 miljoen ongeveer. Financiën deed een bijdrage, het ministerie vanuit... Ja. Ik kom daar zo nog even op terug. Ja. NS doet een bijdrage. Onder andere niet alleen direct een bepaald bedrag op tafel gelegd voor dat is het houden van de concessies waard, maar ook de extra verplichtingen die op NS werden gelegd om tot de aanloop van de nieuwe HRN-concessie, de geïntegreerde concessie 1-1-2015, om de HSA in de lucht te houden. Dat kostte ook geld. Dus NS deed een bijdrage. En het grote voordeel is natuurlijk dat op dat moment in ieder geval verzekerd leek dat de treinen gingen rijden. Dus het is ook goed voor de reiziger. Het is goed voor de begroting, het is goed voor de NS. Dus dat leek, door het verdelen van de pijn over die drie partijen, was er uiteindelijk ook, leek het, voor de reiziger, een goede oplossing gevonden. Ja, en u zegt alleen vanuit pure positie als aandeelhouder was het eigenlijk geen goede deal. Maar alle, tenminste nou, zo begon u zojuist. Nou, of zegt u, nee, ook voor de aandeelhouder was dit toch ook, alles wat ik genoemd heb, aantrekkelijk. Wij waren zeer in ons sas, eerlijk gezegd, toen we die cijfers zagen. Want uiteindelijk... bleek toch dat de NS met een redelijk rendement op deze manier beide concessies kon uitvoeren. En dat hadden wij aan het begin van die exercitie niet gedacht. En wij hadden zwartere scenario's in ons hoofd. Ja, en, u was toch blij verrast met de uiteindelijke uitkomst. En hulde voor de bedenker van die integratie. Ja, ik weet nog steeds niet wie het is. Maar... U weet niet wie het is? Nee. Heeft hem niet kunnen vinden? Nee. Zoals NS ook zelf constateert, is er sprake van liberalisering van het spoorverkeer in Europa. En om die reden wil NS ook graag vleugels uitslaan, dus in het buitenland. Maar als je dan kijkt naar het verlenen van zo'n geïntegreerde concessie in Nederland, dat staat daar natuurlijk eigenlijk haaks op. Niet erg liberaal,
Nou, kijk, die eerste, de HSL-concessie, die was natuurlijk via een aanbesteding tot stand gekomen. Nou, u kent dat verhaal. U kent dat, denk ik, inmiddels beter dan ik. En die HRN-concessie, dat is een, ja, voor het binnenlandse net, dat is er eentje die je ook gewoon onderhands kunt gunnen. Dat is gewoon toegestaan. Nee, maar dat is duidelijk. Het slimme zat er ook in dat je door het combineren van de HRN-concessie en de HSL-concessie... Ja, maar het staat toch haaks op de ontwikkeling tot verdere liberalisering? Nou, dat weet ik niet. Als dat je doel is, maar ik weet niet of dat het doel was. Nee, in ieder geval... het is de ontwikkeling die gaande is. En mijn vraag is, staat het daar niet haaks op? Nou, dat even los van of je voor of tegen bent. Dat ben ik niet met u eens, want de HSL-concessie die is gewoon aanbesteed. En die wordt nu gewoon, die zakt in die HRN-concessie. Dus dat is niet veranderd. En de einddatum blijft hetzelfde. En die HRN-discussie, HRN-concessie, die was niet. Die was onderhands aanbesteed en die werd opnieuw onderhands aanbesteed. Dus dat verandert ook niet. Nee, maar die had ook openbaar aanbesteed kunnen worden. Ja, als u denkt dat een voordeel is. Nee, maar ik vraag het aan. Nee, maar ik heb daar geen... Ja, maar dat vind ik nou echt een politiek oordeel. Hè. En ik als ambtenaar, ik voer uit wat de regering samen met het parlement besluit. En die hebben met elkaar besloten om het op deze manier te doen. Ja. Wil nou NS eigenlijk toch niet de best of... both worlds. Dus zeg maar geen concurrentie in het binnenland, maar wel in het buitenland de concurrentie aangaan. Nou, er is natuurlijk wel een beperkt soort concurrentie in Nederland. Daar hebben we de afgelopen 2 weken, 3 weken ook wel iets over gemerkt. Dus die is er wel. Maar ik denk, er zijn weinig landen waar het totale net... in een land volledig is geliberaliseerd. Ik denk het VK, Verenigd Koninkrijk, Schotland. Maar ik ben ook een amateur op dat gebied. Maar als ik dan kijk hoe dat daar gaat, dan denk ik niet dat daar de belastingbetaler nou zo'n hele goede dienst wordt bewezen. En dat, als je dan ook vervolgens kijkt naar hoe ons net functioneert, als je dus de drukte op het net afzet tegen de punctualiteit en ook nog rekening houdt met de kosten die gemaakt worden voor investeringen, dan doet dat Nederlandse net het gewoon helemaal niet zo gek. Dus om nou te denken dat er via marktwerking ongelooflijk veel betere prestaties mogelijk zijn. Kijk, ik ben in principe iemand die wel gelooft in marktwerking. De eerste 15 jaar van mijn carrière, misschien wel 20 jaar, ben ik daar heel erg druk mee bezig geweest. Maar je moet ook kijken naar de specifieke marktsituatie. En ik denk dat de spoorwegsector nou niet bepaald een sector is die voldoet aan de standaardkenmerken van een markt die naar zijn karakteristieken zich ervoor leent om geliberaliseerd te worden. Goed, als ambtenaar ventileert u daar toch een mening. Ik heb een persoonlijke mening. Ja. Zeker. Ja. Ik wil met u nu even naar de verdeling van de pijn bij het onderhandelakkoord. Want uw directie, zeg maar de aandeelhouder, die wil gecompenseerd worden. Extra financiële bijdrage van NS aan HSA. En kiest u daarmee in de onderhandelingstafel in feite de zijde van NS tegenover infrastructuur en milieu? En uw collega's van de inspectie Rijksfinanciën? Nee, dat heb ik niet zo gezien. En ik geloof ook niet dat dat nou... dat de samenwerking die we toen hadden, zowel met mijn collega's van de Rijksbegroting als met die van INM, dat die niet kan worden gekenschetst als we stonden tegenover elkaar. U zegt dat is toch in goede harmonie? Dat is in ieder geval mijn beleving. En ik heb in die tijd ook, en dat is later alleen nog maar intensiever geworden, de samenwerking zeker ook met INM gewaardeerd en gezien dat daar hele gemotiveerde, gedreven en deskundige mensen zitten, waar je ook dan als niet zijnde expert op spoorgebied nog wat van kan leren, ook zo af en toe. Nou, zijn er afspraken gemaakt hoe dat, want er was een gat van 1 miljard, klopt dat, of ruim 1 miljard? Nou, toen...
Ja, wel meer. Ik heb hier mijn cijfers staan. Maar kunt u even aangeven wie, dus laten we zeggen, wat voor deel heeft NS voor haar rekening genomen? Welk gedeelte infrastructuur en milieu en welk gedeelte het ministerie van Financiën? Ja, nou ja, dat is heel moeilijk. We weten dat het een ingewikkelde ontwikkeling is geweest, maar het slot ik denk dat, dat als je het aan 20 mensen vraagt, dat ze alle 20 een verschillende cijferopstelling hebben. Doet er maar uw cijfers naar beste vermogen. Ja, dan moet ik even, want uit mijn hoofd, dat is wel weer. Dan overvraagt u mij eventjes. Ik heb het wel even opgezocht en een aantekening van gemaakt. Ja, financiën. Levert vanuit. Moet ik even beginnen met het feit dat volgens mijn gegevens de verlaging van de concessiefee die optrad ongeveer zo'n kleine 1200 miljoen euro was. En die is als volgt verdeeld. Financiën doet uiteindelijk 324 miljoen. INM doet vanuit zijn eigen begroting 381 miljoen. Maar mag ook daartegenover fees meerekenen in de periode na het verstrijken van de concessieovereenkomst. Dat werd ook gebruikt voor een dichting van het gat. En de NS heeft 166 miljoen op tafel gelegd in die plaats. Maar dan tel je weer niet mee dat als onderdeel van die afspraken de NS wel zich garant heeft gesteld voor het in de lucht houden van de HSA tot eind 2014. En daar, dat kostte ook nog een paar honderd miljoen. Maar dat vind je dan alleen maar weer terug op de begroting van de NS en niet op die budgettaire plaats die ik net uitlegde. Als ik het even mag samenvatten, dan die kleine 1200, er zat 166 miljoen. Was voor NS en 1 miljard, grosso modo. En daarvan ruim 300 bij Financiën en de rest bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Plus dan een PM'tje van die extra garantiebijdrage die NS heeft geleverd voor het in de lucht houden van de NS. En hoeveel dat precies is, dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Maar dat is een paar honderd miljoen geweest. Kun je nou zeggen dat er nog iemand aan het langste eind heeft getrokken binnen, even kijken naar uw ministerie van Financiën. Was dat de schatkistbewaarder of de aandeelhouder? Dat vind ik een moeilijke. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, uiteindelijk lopen die belangen gewoon parallel. Hè? Want dat durf ik niet zo te zeggen. Ik denk dat iedereen zijn deel heeft genomen. Ja, u was daar tevreden over? Ik was tevreden, zeker als aandeelhouder. En als wij nog iets meer hadden moeten leveren, had dat ook gekund. Het had wel gekund, oké. Goed, dat is een deel van de uitkomst van de onderhandelingen. U heeft net gezegd, NS, wat kostte het NS, dat onderhandelakkoord? U zegt 166 miljoen plus de garantstelling HSA tot 2015. Ja. Dat klopt, hè? Goed, en dan toch de vraag, waarom kon NS eigenlijk niet zelf bijspringen bij HSA? Nou ja, dat is dezelfde discussie die we dan vorige week voerden. Als je dan eigen middelen vanuit de NS inzet zonder dat je iets doet aan die business case, dan ben je dus heel duur vermogen, eigen vermogen, aan het verbranden, zullen we maar zeggen, zonder dat dat nou tot een structurele oplossing leidt. Dus u zegt, want anders herhalen we het, bodemloze put en dat gaan we niet doen. Ja. Of dat moeten we dan niet doen. Maar dan toch heeft de staat dan zichzelf niet in de voet geschoten door een aparte entiteit te eisen voor het vervoer over de HSL Zuid. Met een niet al te grote kapitaalbuffer en zonder continuïteitsgaranties. Dus kort en goed, stel dat het moederbedrijf of het hele bedrijf NS als HSA niet had bestaan. Wat dan? U vraagt nu natuurlijk naar de periode dat de concessie gegund is en de voorwaarden waaronder. Nou, dat is
heb ik gelezen in het boek De Ontsporing. Een heel informatief boek is trouwens. Omdat ik niet in die periode zelf betrokken was, heb ik nog eens goed kunnen nalezen hoe dat daar is gegaan. En in die tijd zijn dat natuurlijk de voorwaarden geweest waaronder de NS die concessie heeft gekregen. Er zijn ook bepaalde bedragen aan garantiekapitaal gevraagd. Dat is nog later enigszins opgehoogd. Maar, ja, dat waren de voorwaarden. En daar tegenover heeft de NS een bepaalde concessiefee maar mijn vraag betaald. Is, en daar Raad, is dan een balans tussen natuurlijk. Ja, als ik u mag onderbreken, mijn vraag is eigenlijk, zou u dat morgen weer doen? Op deze manier? Ja. Nee. Nee. Goed. Nee. Zegt dat maar, niet. Ja, ik, ja. Goed, nee, helder. Horen we graag duidelijke antwoorden. Wij waren er ook toen als aandeelhouder niet bij betrokken. Hè? Dat... Zeker. Het was voor de tijd dat Financiën aandeelhouder was. Maar het was natuurlijk wel een voorstel van de overheid. Jazeker, maar je ziet ook dat misschien van deze gelegenheid wil ik dan toch even gebruik maken. Dat je hierin kan zien dat het wel degelijk zin heeft om een onderscheid aan te brengen tussen verantwoordelijkheden van een beleidsdepartement en het departement dat aandeelhouderschap voor zijn rekening neemt. Dan kun je dus betere, transparantere afwegingen maken. Ja. En dan was dit misschien. Het is theoretisch, maar dan hadden wij wellicht iets kritischer gekeken naar die bieding die uiteindelijk de NS heeft gedaan. Ja, maar we kunnen wel constateren dat ook in 2001 natuurlijk het ministerie van Verkeer en Waterstaat de leiding had, maar dat ook Financiën daar wel Zeker, bij betrokken was. Maar niet vanuit zijn rol van aandeelhouder. Niet als aandeelhouder. Maar... Goed, dan wil ik met u nog even kijken naar het memorandum van de overeenstemming uit 2008. Want dat onderhandelakkoord, was dat nou in feite een ontkombare uitkomst van het memorandum van overeenstemming uit 2008? En in het bijzonder eigenlijk die procesafspraak van artikel 14, waarin staat dat mocht een faillissement dreigen, dat de staat dan maatregelen zal treffen bij een faillissement bij HSA. Nou, ik heb het niet gemerkt, eerlijk gezegd. Ik heb niet gemerkt dat de NS met dat artikel 14 aan het zwaaien was van de overeenkomst. En ik heb wel gemerkt in mijn besprekingen met de NS-mensen van tevoren dat ze zich wel zorgen maakten of ze niet iets te veel door het putje zouden worden getrokken door INM. Dus het was nou niet zo van, ons kan niks gebeuren, want wij hebben artikel 14. Dus dat heb ik niet zo gemerkt. Ik heb ook niet gemerkt dat artikel 14 nou te pas en te onpas naar voren werd geroepen in deze discussie. En wat ik wel heb gezien is, en dat is ook in lijn met mijn uitspraken de vorige keer, dat in een van die stukken, en ik weet niet meer waar ik het precies heb gelezen hoor, maar daar staat de concessiefee is verlaagd met ongeveer 1/3 als gevolg van externe oorzaken. En dat is precies... ook de beperking die dat artikel 14 aangeeft. Je kunt alleen maar structureel dus concessiefee verlagen op grond van externe oorzaken en verder niet. Ja. En dat is dus ook gebeurd. En dus in die zin was het artikel 14 gaf ook maar een beperkte mate van soelaas voor de NS. U zegt dat artikel 14, het memorandum van overeenstemming, uiteindelijk niet gewerkt heeft. Maar dat nou, een volledig... voor een deel. Nee, maar dat maar volledig... niet voor een structurele verlaging. Nee, niet voor een structurele oplossing. Nee. Daarvoor was het onderhandelakkoord nodig. Ja. Omdat die externe factoren onvoldoende soelaas. Daar is natuurlijk, daar is wel naar gekeken. Maar dat loste niet het loste probleem de boel op, niet het structurele op. Probleem. Nee. Goed. Dus mogen we dan concluderen dat met betrekking tot dat memorandum van overeenstemming, dat het wel een zeker vangnet was, maar uiteindelijk toch een onvoldoende vangnet. Maar dat daarbij wel toch heel duidelijk ook de bal bij de overheid lag om te zorgen voor een oplossing. Nou ja, kijk, de overheid had natuurlijk ruim 2 miljard concessiefees ingeboekt. En als je dan zegt van NS, los het zelf maar op, dan zegt de NS, we nemen ons garantiekapitaal. En voor de rest laten wij dan HSA failliet gaan. En dan
ja, dan komt die 2,2 miljard ook niet binnen. Dus wat dat betreft had de NS ook wel weer een onderhandelingspositie natuurlijk. Ja, doordat er zoveel was ingeboekt bij de begroting, 148 miljoen per jaar. Ja. 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 Ik kijk even naar collega Erias, geen vragen dan de voorzitter. Ik wil nog even terugkijken naar dat puntje net over dat special purpose vehicle, mm-hmm. dat speciale bedrijf dat was ingericht. U zegt eigenlijk, ik zou het niet nog een keer doen. Maar het is erin gekomen omdat financiën het wilden. Nou, ja, ik wacht even. Sorry. Even voor duidelijkheid, want het beeld wat even ontstond, ik heb de vorige keer ook gezegd, op zich dat je voor concessies special purpose vehicles, speciale entiteiten opricht, vind ik heel normaal. Je wilt ook dat je het moederbedrijf niet schaadt door een raar bod op de een of andere concessie uit te brengen. Dus op zichzelf gezien, zo doen we dat ook bij concessies in Schotland. En waar dan ook. Die worden in aparte entiteiten ondergebracht. NS staat dan garant voor een bepaalde hoeveelheid kapitaal, zodat ook de concessieverlener zekerheid heeft dat dat bedrijf aan zijn verplichtingen kan voldoen. En dat vind ik een hele verstandige opzet, waar ik zei dat zouden we nooit meer zo doen, is de balans tussen concessieopbrengsten en hoeveelheid garantiekapitaal die in 2001 is afgesproken. Dat stond niet in balans. Oké, helder. Dus goed dat we dat even verduidelijk hebben, want het leek even op dat het buiten financiën was gegaan, maar het was juist bedacht door financiën, maar met een andere instelling. Nee, ik vind het een hele goede opzet, maar niet met die bedragen. Niet met die bedragen. Daar hebben we eerder verhoren over gevoerd en toen vond iedereen het wel verstandig, maar dan horen we nu vandaag niet was. Ik heb natuurlijk makkelijk praten, want ik was er niet bij betrokken. En ik heb natuurlijk de wijsheid van achteraf. Misschien geeft het ook wel weer een frisse kijk. Daarom vragen Zeker. We het u. Ja, ja. Mevrouw Bergkamp. We gaan het nu met u hebben, meneer Raap, over de Vira-treinen. Bent u als aandeelhouder gekend in het besluit om in december 2012 van start te gaan? Amsterdam-Brussel? Nee, dat werd wel aan ons meegedeeld. Ze zijn eindelijk klaar, we gaan nu beginnen. Maar dat vergt ook niet een specifiek aandeelhoudersbesluit. Nee, omdat het operationeel waarschijnlijk is. Ja. Bent u wel als aandeelhouder gekend in het besluit toen er eigenlijk werd besloten om te stoppen met de Vira? Ja, dat is van tevoren wel met ons gedeeld, ja. 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 Maar het is niet een iets waar de aandeelhouders over hoeven te besluiten? Nee, er is niet een statutaire of een wettelijke bevoegdheid die ons dat recht of die plicht geeft. Maar het is natuurlijk wel een hele belangrijke gebeurtenis, dus dat je daar de aandeelhouder in kent. En dat je dan naar buiten gaat nadat de aandeelhouder daar ook even goed over heeft kunnen nadenken en nog vragen heeft kunnen stellen, de informatie kan verwerken, dat is natuurlijk wel normaal en dat begreep de NS ook. Ja, we hebben daar straks nog wel wat vragen over. Ja. In een notitie van 29 januari 2013 van uw directie aan de heer Veilbrief, thesaurier-generaal, mm-hmm. ook geparafeerd door u, wordt gesproken over een mogelijk gesprek tussen minister Dijsselbloem en staatssecretaris Mansveld. Dat is ook een wens van haar. Zij wil graag het hebben over de oplossingen zonder daarbij financiële risico's aan te gaan of afspraken uit het verleden te verstoren. Met andere woorden, het onderhandelakkoord zou moeten blijven bestaan. Heeft u dat ook zo geïnterpreteerd? Nou, ik weet niet hoe ik dat... Want op het moment dat een staatssecretaris zegt van ja, afspraken uit het verleden moeten niet verstoord worden, zonder financiële risico's, dan zou je de indruk kunnen krijgen dat er iets overeind moet blijven en dat zou dan het onderhandelakkoord zijn. Nou, ik denk dat ze vooral bedoelt, wij willen er niet voor betalen, INM. Dus de last moet ergens anders liggen, bij hetzij de NS, hetzij bij financiën, de generale kas, zullen we maar zeggen. Dat bedoelde ze waarschijnlijk met financiële risico's, maar als het heeft over dat afspraken uit het verleden niet verstoord moeten worden, wat voor afspraken bedoelt ze dan? Nou, dan denk ik de concessieafspraken as such en dan natuurlijk daarna het onderhandel of het memorandum of understanding. Maar niet het onderhandelakkoord? Ja, dat ook. Ja. Dat ook, dus dat zijn de drie... Het hele complex van afspraken dat tot stand is gebracht,
Maar u zegt ook, het was ook belangrijk daarbij, dat er een oplossing van de NS zelf zou moeten komen. Dat was in ieder geval ook... Ja, en dat was ook niet helemaal onredelijk, want we praten nu over het stoppen met die treinen. En ja, dat is natuurlijk ook wel een verantwoordelijkheid van de NS. Ja. In die nota wordt er ook een ander punt besproken, namelijk de herbenoeming van de heer Meerstad als president-directeur. INM en de minister Schultz zijn daarmee akkoord, maar op 3 juni 2013 maakte de heer Meerstad zijn vertrek bekend. Mm-hmm. Wat heeft daartussen zeg maar plaatsgevonden? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Maar ik heb van de voorzitter van de Raad van Commissarissen gehoord dat eigenlijk de heer Meerstad al voor zijn herbenoeming te kennen had gegeven dat hij het wel welletjes vond. Maar dat hij op verzoek van de RVC is gebleven. Omdat de voorzitter van de RVC ook al zou opstappen. En dan met het oog op de continuïteit. Het zou vervelend zijn als beide, de voorzitter RVC en de voorzitter van de Raad van Bestuur, kort na elkaar zouden vertrekken. En dat de heer Meerstad in ieder geval dan nog een bepaalde tijd zou blijven. Om dan die transitie wat soepeler te laten lopen. Ja, dus de heer Meerstad wilde eigenlijk al weggaan. Ja. Maar is wat langer gebleven vanwege een wens vanuit de Raad van Commissarissen. Ik heb het niet van hem zelf gehoord. Ik heb het van de voorzitter van de Raad van Commissarissen gehoord. En het heeft dus ook niet direct te maken met de toestanden met de Vira die natuurlijk daarna plaatsvonden. Nee, niet volgens mijn informatie. Niet volgens uw informatie. Nee. We gaan het hebben over dus de periode van het definitieve einde van de Vira. Wanneer hoorde u eigenlijk voor het eerst over de mogelijkheid dat er gestopt zou worden met de Vira? Informeel. Nou, het was altijd wel, moet ik eens even kijken, wanneer ik, volgens mij is dat wel, eens even checken hoor, ja, ik denk dat het ergens februari, maart was, dat NS ook zei, kijk eens, we hebben een aantal opties, die zijn we nu aan het verkennen, afhankelijk ook van de technische gesteldheid van die treinen, en... Dus ergens in precieze, precieze tijdstip kan ik hier... Ja, ongeveer februari, maart hoorde u het voor het eerst informeel dat de NS voornemens was om wellicht te stoppen met de Vira. Ja, en op 2 april hebben we nog iets meer informatie gekregen en van de NS. En toen wisten we echt wel dat dat een van de opties was, ja. In april werd het helemaal, nou ja, niet helemaal, met meer zekerheid in ieder geval. Nou nee, er waren nog steeds verschillende opties, doorgaan of stoppen. Dus dat lag nog steeds op tafel. Maar dat de eerste keer dat ik daar echt ook schriftelijk rechtstreeks van de NS iets van heb gehoord, was voor mij in ieder geval herkenbaar terug te vinden op 2 april 2013. Helder, hoe werd door het ministerie van Financiën daartegen aangekeken? Kijk het naar de concessie, het onderhandelakkoord, nou, gevolgen voor de NS. Wij vonden dit natuurlijk dramatisch en tragisch. Hebben we door de jaren heen die HSA door al die stormen heen geloodst. En dan denk je, treinen zijn er, de zaak kan eindelijk gaan rijden. En binnen een paar weken ligt het, daar waar het niet wezen moet, zullen we maar zeggen. En dat vonden we natuurlijk een dramatische uitkomst. Ja, dus teleurgesteld, maar ook dramatisch hè, wat er gebeurde. Ja. Maar ook qua gevolgen voor bijvoorbeeld de HSL Zuid-concessie. Was het ook zo dat het ministerie van Financiën meteen dacht van oh, wat betekent dat voor de concessie en daarmee voor het onderhandelakkoord? Nou, op dat moment nog niet, want je bent natuurlijk toch, je hoopt toch nog dat er een oplossing kan worden gevonden. En dat er iets met die treinen kan gebeuren, dat ze weer snel back on track zijn. Ja. En dat hoop je natuurlijk. En wanneer keerde dat? Nou, ja, zo tegen eind mei, denk ik. Toen begon zich toch wel af te tekenen dat informatie uit de verschillende audits, die waren toegepast op de technische kwaliteiten van de treinen, dat die
toch wel informatie opleverde, waaruit de NS concludeerde dat doorgaan toch wel een hele riskante optie was. Dus eind mei, vanuit een aantal onderzoeken over de technische gesteldheid van de treinen, dacht u van nou, dit komt in ieder geval niet meer goed met die Vira. Maar dacht het ministerie op dat moment ook na over wat betekent dit? Kijk het naar de concessie, het onderhandelakkoord? Wij, laten we eens maar eens een besluit nemen over die trein. En dan kunnen we daarna verder kijken wat er dan gebeurt. Maar toen die eenmaal het besluit was genomen om te stoppen. Spoel ik even naar voren. Bent u toen pas gaan nadenken over de gevolgen toen het besluit formeel was genomen en niet daarvoor? Nou, je moet eerst, kijk, het is nou ook niet zo dat wij nu de luxe hebben om op alle mogelijke opties voorbereid te zijn. Dus ik ben wel meer van de school volg tijdelijk werken. Ja, maar u gaf net aan dat februari, maart waren er al signalen. April werd dat ook nog eens een keer schriftelijk bevestigd door de NS. Vervolgens eind mei wordt er definitief besloten. In die periode, voordat er zeg maar formeel besloten was, heeft u niet bij het ministerie nagedacht over wat betekent dit nou eigenlijk voor de concessie, het onderhandelakkoord? Nou ja, dat dit betekent. Nou, we hadden toen al wel gehoord dat de NS natuurlijk ook aan alternatief aan het nadenken was om met alternatief materieel de concessie dan uit te voeren. Dat was een van de opties. En een van de andere opties was natuurlijk om de concessie terug te geven. Dus daar hebben we wel globaal onze gedachten over laten gaan. Maar die cijfers waren nog allemaal zo voorlopig dat wij in ieder geval vonden, we gaan ons nou niet alvast vastleggen op een bepaalde richting. Maar in ieder geval bij het ministerie van Financiën was in ieder geval wel de mogelijkheid ook aanwezig om de concessie in te trekken. Dat was wel een. Nou ja, op een gegeven moment ben je ook wel een beetje klaar ermee. Dan denk je van, mensen hebben hun kans gehad en overduidelijk niet gegrepen. Dan normaal gesproken zeg je ook, ik heb wel eens gezegd, ja, als Apple een verkeerde iPhone lanceert, dan gebeurt er wel iets. Dus dat is ook, je lanceert dit trein op 9 december, dacht ik, met toch enige fanfare. Ja. Dan moet je natuurlijk wel zorgen dat het ding ook echt functioneert. Ja. Ook innovatie. Zegt u? Ook innovatie, je maakt vergelijking met Apple. Dus, Ja, precies, ja. Ja, misschien was dit wel te veel innovatie op elkaar. En we hebben het gehad over wanneer u voor het eerst vernam dat de NS wilde stoppen. Wanneer hoorde u voor het eerst dat ook NMBS wilde stoppen? Moet ik even op mijn tijdlijntje. Volgens mij. Eens even kijken hoor. Dat moet 30 of 31 mei zijn geweest. 30 of 31 mei, zegt u. Ja. Dus u hoorde het eerder informeel van de NS. En in de laatste periode, toen de NS ook bezig was om de definitieve besluitvorming voor te bereiden, toen hoorde u ook over NMBS. Ja, die ging volgens mij de 31ste, geloof ik, naar buiten. Ik weet het niet helemaal zeker. 31ste, klopt. Ja. Op 29 mei neemt de Raad van Bestuur het besluit om te stoppen met de Vira. Toen u het hoorde dat de NS dus eigenlijk definitief wilde stoppen, wat vond u daar toen van? Nou, op dat moment hadden we al wel wat informatie gekregen. En toen kon ik dat op zich wel billiken als je keek naar de cijfers die we toen hadden. Die nog niet helemaal uitgetrild waren, waar we ook nog wel wat vragen bij hadden. Maar op zichzelf gezien, als je keek naar de verschillende opties, vond ik dat geen onlogische keuze. Okay. Eigenlijk wel, ja. En welke opties waren er allemaal? Nou, de opties, er waren drie opties. Namelijk doorgaan met de V250. Die moest dan wel enorm opgeknapt worden. Kostte ook een pakweg een 2 jaar, een retrofit van 2 jaar. En dan ook een aangepaste concessie uitvoeren. De tweede optie was stoppen met de 250 en dan alternatief materieel inhuren. En ook dan moet je natuurlijk de concessie wel aanpassen. En de derde optie was stoppen, maar dan ook de concessie teruggeven. Ja, dus drie opties. Stoppen met of doorgaan met de Vira, stoppen met de Vira en concessie houden. En stoppen met de Vira en concessie verliezen. Op een gegeven moment is er ook een vergadering met de Raad van Commissarissen. Om dus ook zeg maar een akkoord te geven. Maar dan komt er een telefoontje van u.
Ja, nou ja, een telefoontje van mij in de zin van niks naar buiten brengen. Dat was uw boodschap. Tegen, ja. Wie sprak u toe? Sprak u toe met de heer Rob of ging dat via de president-commissaris van den Driest van de NS? Dat weet ik eerlijk. Even kijken. Ik denk de voorzitter RVC. Oké, dus de heer Van den Driest. Daarvan hebben we gezegd, je moet dit niet naar buiten brengen. Wij willen hier nog goed naar kijken. Wij hebben nog wat vragen. Ook op de cijfers. Het kan niet zo zijn dat dit eventjes op een achternamiddag naar buiten wordt gebracht. Dat was in ieder geval uw boodschap, dat het te snel ging. En u deed dat waarschijnlijk namens de heer Dijsselbloem. Dat was ook afgestemd met die minister, ja. Want NMBS en NS hadden met elkaar afgesproken om de 31ste op dezelfde dag naar buiten te treden. Mm-hmm. Maar door de interventie van de heer Dijsselbloem lukte dat. In ieder geval was de boodschap van nog niet naar buiten brengen. En de reden daarvan was dat het te snel ging. Nou, reden was dat, dat is wel heel aardig dat de NS dat met de NMBS afspreekt. Maar dan hebben ze even vergeten dat je ook een besluitvormingstraject aan de kant van de aandeelhouder moet meerekenen. Dat zeg ik dus altijd tegen de deelnemingen. Als jullie een besluit nemen, dan is het niet klaar met jullie besluit. Daarna moet je in je tijdlijn ook gewoon meenemen dat wij ook een bepaalde tijd nodig hebben om tot een besluit te komen. Ja. Wij moeten de minister informeren, moeten vragen kunnen stellen, we moeten de Tweede Kamer kunnen informeren op een nette manier. En dat kost allemaal tijd. Dus de aandeelhouder was eigenlijk in dat proces niet meegenomen? Niet door de NS in ieder geval, dat is overduidelijk. En dat vinden wij nooit zo heel erg slim. Ja, en u was het, kwam dat initiatief van u of was dat in opdracht van de heer Dijsselbloem? Nou, dat was in overleg met de heer Dijsselbloem. Die zei zelf dat dit goed, dat hij daar goed ook naar wilde kijken. Ja. En niks deadline met de Belgen en dergelijke, maar gewoon zelf goed kijken. Nou, we hebben ook gelezen in de stukken dat u ook aangaf dat er op dat moment ook te weinig informatie in feite was om een besluit te nemen. Dat u er in ieder geval nog niet over uit was om NS nog een kans te geven of te heraanbesteden. Dat klopt. Ja. Dat was in ieder geval op dat moment uw idee van er is nog te weinig informatie. En ook wellicht moest er onafhankelijk nog gekeken worden naar de informatie. Was dat ook een wens van u? Nou, dat hebben we dus in dat tijdbestek niet gedaan. We hebben toen nog wat verduidelijking gekregen. Op zondagavond laat hebben we toen nog extra informatie gekregen. Inmiddels zitten we dan, dacht ik, ergens op 2 juni. De vroege ochtend van 3 juni hebben wij, dacht ik, nog wat informatie gekregen. En daarmee zijn we dan verder aan de slag gegaan. En hebben ook de ministers, zowel de minister van INM of de staatssecretaris was het geloof ik toen al, en onze eigen minister geadviseerd. Die hebben toen uiteindelijk gezegd op basis van de informatie die nu voor ligt, kunnen wij instemmen met de keuze om te stoppen. Dan hebben we nog even tijd nodig om een brief te schrijven, ook aan de Tweede Kamer, om het ook op daar netjes te laten landen en de Tweede Kamer passende informatie te geven. En toen is ook afgesproken, oké, we stoppen nu met de V250. Dat besluit maken we bekend. En we stellen dan meteen de vervoerders NS en NMBS in staat een alternatief aanbod te doen. Maar dat zullen we dan beoordelen. Maar we zeggen niet bij voorbaat dat we daar dan op in zullen gaan, want alle andere opties staan ook open. Ja, ja. De NS-directie had een besluit genomen eerder, ook de Raad van Commissarissen, maar we begrepen vanochtend van de heer Robbe in het verhoor dat hun besluit toen een voorgenomen besluit werd. Dus dat in ieder geval het effect was van uw telefoontje namens de heer Dijsselbloem dat er een voorgenomen besluit kwam. Op 4 juni zegt minister Dijsselbloem bij RTLZ dat hij niet hals over kop het besluit van de Belgen wil volgen. Maar op dat moment had de NS al een besluit genomen. De Raad van Commissarissen had een besluit genomen. De NMBS die had afgestemd met de NS om op dezelfde dag het nieuws naar buiten te brengen. U gaf net aan van de wens was om niet hals over kop een besluit te nemen. Maar de indruk werd nu gewekt alsof de NMBS
Nederland of de NS onder druk had gezet om een besluit te nemen. Dat is in ieder geval het beeld wat uiteindelijk naar buiten is gekomen. Was dat ook het idee om daar toch ook op die manier zeg maar, dat beeld naar buiten te brengen? Of was het echt een misverstand? Nee, wist de heer Dijsselbloem niet dat er een afspraak was tussen NS en NMBS nee, om de 31ste naar buiten te brengen? Nee, dat wist hij niet, want ik wist het niet. En, dan, als meneer Dijsselbloem het wist, dan had hij dat waarschijnlijk via mij gehoord. Ja. Dus ik vind dus, NS had beter moeten beseffen dat ze bij het nemen van zo'n besluit ook de aandeelhouder goed moeten betrekken. Ja, dus de indruk was toen, in ieder geval als ik u zo hoor, van de aandeelhouder was te weinig betrokken in het proces. Er is een beeld ontstaan dat de Belgen, de NMBS, eigenlijk de NS onder druk hadden gezet om snel met iets te komen. Dat is, blijkt gebaseerd op geen informatie bij de heer Dijsselbloem en ook niet bij u. En we hebben begrepen dat uiteindelijk ook met de heer De Scheemaker geprobeerd is om dat recht te zetten, omdat het een misverstand was. Nou, ik heb niks recht gezet, in ieder geval. Dat ging via een ander ministerie. Dat liep via een ander ministerie, ja. Ja. Er schijnt ook nog overleg geweest te zijn tussen de minister van Financiën, staatssecretaris Mansveld, de vicepremier, de heer Asscher en de PvdA-fractievoorzitter. Waar was dat goed voor? Waarom was die afstemming daar nog nodig? Nou, omdat dit natuurlijk wel een politiek gevoelig dossier is, denk ik. Ja, kunt u daar iets meer over zeggen? Waarom die betreffende personen bij elkaar komen om dit te bespreken? En we hebben ook begrepen dat ook de reden was dat er sterke opvattingen leefden bij deze mensen, deze bewindspersonen. Kunt u ik heb even de naam niet goed gehoord. Was de minister van Financiën, de heer Dijsselbloem, staatssecretaris Mansveld, de vicepremier Asscher en de PvdA-fractievoorzitter, de heer Samson. Oh, dat, weet je, dat is dan politiek overleg en dat gebeurt. Daar ben ik als ambtenaar niet van op de hoogte geweest. U wist niet dat daar overleg was? Nee, hoeft ook niet. Ik zeg ook niet dat het hoeft, maar u wist het in ieder geval niet. Dat is denk ik intern politiek overleg. Volgens mij zijn het allemaal bewindslieden, dan wel politici van de PvdA. En dat gebeurt vaker. Ja, we hebben in ieder geval wel een mail begrepen van u, waarin staat dat u daarvan af wist. Is dat zo? Nou, daar kijk ik dan vanop, inderdaad. Maar u zegt u kan het zich niet meer herinneren? Nee, ik kan het me echt niet herinneren. En de mail geeft ook aan van wegens de sterke opvattingen bij deze personen. Maar dat is niet iets wat u meer paraat heeft. Nee, ik kan me er echt niets van herinneren. Nee. En het klopt inderdaad wat u zegt dat de PvdA-personen zijn, winstpersonen en dan ook nog de PvdA-fractievoorzitter. U weet ook niet wat de uitkomst geweest is van dat gesprek. Nee. Maar de reden is, zegt u, waarschijnlijk politieke gevoeligheid, kijken naar het dossier. Ja, dat denk ik, ja. Ja. En waarom stuurt u dan zelf daar dan een mail over? Ik? Ja. Aan wie heb ik die gestuurd? Wilt u dat vraagt om? Ik. Ja. De heer Sherlo Essayas. Ja. Ik kan hem ook voorlezen hierbij alsnog. Verder heb ik net Karel van den Dries gesproken, de voorzitter raad van commissaris van NES. Die vertelde dat ze morgen inderdaad naar buiten willen. Hem dringend aangeraden dat niet te doen. Wegens de sterke opvatting van de minister Asscher, Samson en de staatssecretaris begrepen dat het niet zou gebeuren. En vervolgens zien we ook dat er een overleg heeft plaatsgevonden. Oké. Okay, ja. Ik kan me ook nu het zo leest. Ja. Kan ik me. Er is. Ja, dat gebeurt dan. Er gebeurt zoveel. En dan. Wij merken zeg maar in de stukken die we hebben dat op een gegeven moment het lijkt alsof de regie meer bij financiën komt te liggen. Nou, dat kan, dat weet ik niet. Heeft dat niet gemerkt, dat de heer Dijsselbloem op een gegeven moment wat meer, na het gebrek aan informatie wat u net aangaf, onvoldoende bij het proces betrokken, lijkt het alsof dat er een soort verschuiving in de regie is? Nou, dat is ook wel zo natuurlijk, omdat in de eerdere episodes was het echt een geschil tussen zeg maar, de concessieverlener en de concessiehouder, dus tussen INM en NS. En er waren problemen bij de uitvoering van het contract. En dan gaan die partijen met elkaar in de slag. En nou ja, als aandeelhouder geef je dan wat kaders aan. Maar dan heb je geen actieve rol bij dat overleg. Hier ging het natuurlijk inmiddels om toch wel een falen van de NS. Hè? En dan moet de NS het oplossen. En dan is het ook logisch dat de NS dan. Ja. Met de aandeelhouder wat sterker kijkt, hoe los je dat op? Dus het heeft ook wel te maken dat het
probleem wat meer echt de kant van de NS opging. Ja. En dus en ook daarmee onze kant opkomt. Ja. Ja. En klopt het nou ook dat de NS eigenlijk niet eerder mocht stoppen zonder de toestemming, instemming van de aandeelhouder? Nou, formeel denk ik niet. Hè. Ik zei net, er zijn geen formele rechten die ons deze goedkeuring geven. Het is natuurlijk wel een hele belangrijke beslissing die de NS daar neemt. Dus dat je daar de aandeelhouder bij betrekt en dat je vervolgens ook tijd neemt voor een goed proces, ook richting parlement, vind ik wel volkomen gepast. Ja, maar het betrekken van de aandeelhouder is nog wat anders dan ook echt toestemming krijgen van de aandeelhouder. Want u zegt, formeel kan dat niet. Dat kan wel. Maar was het wel een realistisch scenario dat... Was het een realistisch scenario geweest als de NS, zeg maar, als de aandeelhouders zouden gezegd hebben van nou, doorgaan met de vieren en de NS besluit wat anders? Zou de NS overroeld kunnen worden? Ja, dat is wel heel moeilijk. Hè? Als de experts zeggen van die trein is niet meer te gebruiken op een goede manier. Dat wij dan als aandeelhouder zouden zeggen, ja, je moet dan toch doorgaan. Dat is, vind ik wel het is een heel theoretisch, het kan in theorie. Maar ik denk dat er dan een aantal mensen hadden gezegd, dan doen wij niet meer mee. Hè? Ja. Want wij gaan hier de verantwoordelijkheid niet verdragen. Dus die interventie, en ik denk ook niet dat het verstandig is dat wij als aandeelhouder op basis van relatief weinig informatie dan, ja, ga toch maar rijden met een trein waarvan anderen zeggen die er echt verstand van hebben dat het niet zo'n goede trein is. Maar de interventie was niet alleen gericht om de bekendmaking uit te stellen, maar ook het besluit uit te stellen. Ja. Want het werd een voorgenomen besluit. Dat was ook omdat wij echt pas vonden dat er een besluit genomen kon worden op het moment dat en de staatssecretaris en de minister goed geïnformeerd waren en daar ook zelf goed naar hadden kunnen kijken. En kijk, in het tijdschema dat leidde tot bekendmaking op 31-5 was er dus nauwelijks gelegenheid om beide bewindslieden, de staatssecretaris en de minister van Financiën, om die goed in te lichten. Op een gegeven moment wordt het onderwerp zelfs besproken in de ministerraad, 7 juni. Is dat gebruikelijk? Want u zegt zelf van ja, dat de aandeelhouder heeft al niet zo'n formele positie, maar dan wordt het ook nog een keer in de ministerraad besproken. Nou, het was natuurlijk wel een enorme, ik weet niet meer precies, maar het was denk ik ook wel in de publieke opinie. Het was een politiek gevoelig besluit in ieder geval. En, waarom was het, kunt u dat nog één keer toelichten, waarom was het een politiek gevoelig besluit? Nou, omdat er natuurlijk al toch redelijk wat politiek kapitaal, zullen we zeggen, in dat hele HSA gebeuren was geïnvesteerd. En dan lukt het uiteindelijk toch niet om een rijdende trein op het spoor te krijgen en te houden. Dat is natuurlijk wel gevoelig. Ja, en vandaar ook dat er, waar we het net over hadden, de mail, het aantal PvdA-bewindspersonen, ook de PvdA-fractievoorzitter, dat het ook nodig was om een afstemming daar te krijgen. Dat is dan ook wel logisch, kijkend naar het verloop. Ja, ja. Maar op zich was het niet, zeg maar, raar dus dat het ook in de ministerraad werd besproken vanwege de politieke gevoeligheid. Maar was economische zaken de heer Kamp nou ook aangesloten in het dossier? We hadden het net over dat financiën laat was aangesloten. Hoe zat het met economische zaken? Ik weet niet wat INM met de heer Kamp heeft gewisseld of met het ministerie, maar ik kan mij niet herinneren, maar goed, ik kan me wel meer niet herinneren, ik kan me niet herinneren dat wij EZ hebben aangesloten. En eerlijk gezegd, er waren geen dingen als mededinging en zo. Hè? Ik kan me voorstellen wanneer je iets raars doet met aanbesteding of zoiets, dat je dan zegt, hé, hier komt het ministerie wat verantwoordelijk is voor aanbesteding, toch wel om de hoek kijken. Ja. Maar ja, dit was een technisch probleem rond een concessie, een trein die niet wil rijden. Concessie niet, zou het misschien logisch zijn om economische zaken... Nou, maar nou, zover waren we nog niet. Hè. Dit ging echt om het besluit stoppen met de trein of niet. En nog niet over de consequenties. Nee. Hè, dus als we het hebben over de ministerraad van 7 juni, ging het alleen over het besluit om te stoppen.
Er is toen nog niet gesproken over alternatief plan of hoe verder. Nou, er is toen wel natuurlijk ook die optie om de vervoerders de mogelijkheid te geven om een alternatief aanbod te doen. Ik geloof ergens in augustus, september en dan zou het kabinet dat voor 1 oktober daar een oordeel over vellen. Dat was natuurlijk ook wel iets wat in die, waarvan ik me dan kan voorstellen dat dat wel iets is wat je in de ministerraad wil bespreken. Dus in de ministerraad ging het over het stopzetten van het stoppen met vieren en in ieder geval de vervoerder de kans geven om met een plan te komen. Ja, ja. Weet u ook of de minister-president betrokken was, of die ook bij die ministerraad aanwezig was? Of de minister-president bij die ministerraad aanwezig was? Ja. Dat weet ik niet. Nee. En de heer Kamp, of die aanwezig was? Dat weet ik ook niet. Zou het hebben gekund dat uit de ministerraad het besluit zou zijn gekomen? Ik vroeg het net aan de aandeelhouder, maar zou het ook hebben gekund dat de ministerraad zou besluiten om nog door te gaan met de Vira? Of is dat echt ondenkbaar? Nou ja, het is niet. Het kan. De ministerraad kan alles beslissen. Maar ik zou wel als ambtenaar en natuurlijk zeggen dat lijkt me nou niet verstandig. Want jullie laden dan wel een verantwoordelijkheid op je die je volgens mij niet kan waarmaken met de kennis. Die wij hebben. Dus het was gezien de politieke gevoeligheid, wat net al over het PvdA-overleg had, werd het behandeld in de ministerraad, maar niet zozeer om het besluit nog ter discussie te stellen. Nou, dat denk ik niet, het stoppen aan zich niet. Wel dat je daar een net proces voor hebt en ook denk dat het belangrijker is dat aanbod wat de vervoerders nog konden doen. Dat je dat ook wel even wisselt in de ministerraad en dat je kennis neemt van de opvattingen binnen die ministerraad. Dat voor beide bewindspersonen, zowel de staatssecretaris als de minister, belangrijk is om dat op zo'n manier te doen. Zodat ook ook het kabinet als geheel daarover is geïnformeerd en dat niet uit de krant hoeft te vernemen. Ja. Ik denk dat dat wel belangrijk is, ook voor de politieke steun in de rest van het proces dat je nog nodig hebt. Maar weet je, dat zijn allemaal overwegingen die niet zozeer bij ons als ambtenaren een rol hebben gespeeld. Maar wat ik dan ik kan het voorstellen. Ja. Ik geef het woord aan de heer Elias. De verwikkelingen rond de Vira, meneer Raap, die zetten natuurlijk ook de vervoersconcessie voor de HSL Zuid op de helling. Want zonder Vira kon de HSA immers definitief niet aan die concessieovereenkomst voldoen. Wat waren de gevolgen voor NS geweest als de HSL Zuid-concessie, financieel bedoel ik dan, was ingetrokken? Als die was ingetrokken? Op... Nou, zo rond het tijdstip van stoppen met de Vira, bedoelt u? Ja, dat vind ik wel een... ik denk dat dan had de NS in ieder geval een bepaald verlies moeten nemen. De precieze hoogte daarvan kan ik nou niet inschatten, maar een paar honderd miljoen. Bij benadering. De heer Robben zei vanmorgen rond de 400, 450 miljoen. Oké, nou dat geloof ik zomaar, ja. Maar is dat iets wat voor u als reëel klinkt? Je moet het altijd afwegen tegen de opties, hè. Je nooit zomaar een geïsoleerde optie. Ik ben altijd wel erg van de verschillende opties naast elkaar leggen, van de ene extreme kant naar de andere en alles wat er tussenin zit. En dan gaan we gewoon kijken, zonder ideologie, wat de beste optie is vanuit een aantal invalshoeken. Maar, en ook hier... En stoppen was natuurlijk ook één, zeg maar de concessie intrekken was één van de opties die wij in ieder geval hebben overwogen. En waarbij dus niet zegt zozeer... wij in ieder geval hebben overwogen? Nou, het ministerie van Financiën, zullen we zeggen. Okay. Als ministerie van Financiën. Als ambtenaar, hè? Je moet de minister adviseren. Ik weet niet of de minister dat heeft overwogen. Maar daar kom ik straks op. In het ambtelijk advies staat wel dat intrekken van concessie wel een van de opties is die je moet overwegen. Maar dat moet je altijd dan weer afwegen tegen wat gebeurt er dan met de concessieopbrengsten. Ja. Nou, die vallen dan in één klap nog weer eens een keer met 1,4 miljard tegen. Dus je slaat meteen een gat in de begroting. Zeker. Maar het ging in eerste instantie gewoon om die financiële sector. Ja. Wat was er met het onderhandelakkoord gebeurd als die HSL Zuid-concessie was beëindigd? Met het onderhandelakkoord...
Ja, en ik denk een bedrag van vergelijkbare orde. Ietsje minder wellicht, maar niet vreselijk, niet dramatisch veel minder, denk ik. Maar met andere woorden, naast die concessie voor die HSL Zuid stond dus de facto ook de afgesproken geïntegreerde concessie voor dat hoofdrailnet ook op het spel. Bij het stoppen? Ja. Ja, als je die intrekt, dan heb je alleen nog maar een andere concessie over. Nou, dan moet je natuurlijk gaan kijken, wat ga je dan met die overblijvende concessie doen? Ja. En dan komen al die nuances in beeld, al die variabelen, al die scenario's. En dan is dus de vraag, was het overeind houden van het onderhandelakkoord in het belang van de aandeelhouder? Nou, als je het afweegt tegen de verschillende opties, en want er zijn daarna, is er een alternatief bod gekomen, wat in zijn financiële effecten voor het bedrijf en ook in de financiële effecten voor INM beter was dan het alternatief stoppen. Precies. Dus, ja. Dus omdat de boel zo met elkaar verweven was, laat ik het dan wat huiselijker zeggen, was het handig, verstandig, althans vanuit de visie van het ministerie van Financiën, ook ambtelijk, om dat onderhandelakkoord overeind te houden. Ja, maar ook als je naar andere alternatieven kijkt, hoor, want ik weet dat INM naar een hele serie aan alternatieven heeft gekeken. En dan kwam dat alternatieve aanbod van de vervoerders NS en NMBS er gewoon het beste uit. Ja. Maar als je zou zeggen, kijk, het is zo slecht gegaan met die Vira's, dat het allemaal niet gaat werken en alles gaat van tafel. En we beginnen opnieuw. Dat is eigenlijk een optie die heel serieus ook eind februari in mails van Financiën in ons bezit ook wordt besproken. Daar hebben we een groot probleem als de Vira afgeschreven moet worden. Leidt vermoedelijk tot een nieuwe aanbesteding, omdat het aanbestedingsrechtelijk niet droog te houden valt, ten voordeel van gelijke strekking. Ja, dan ontstaat er dus ook weer een hele nieuwe situatie met betrekking tot bijvoorbeeld de concessie, omdat dat daarmee verweven was, ja, die vergeven zou gaan worden aan de NS voor 2015 tot 2024. Ja. En daarmee, omdat alles met elkaar verweven was, leek het om financiën te gaan, maar ging het wel degelijk ook over vrij verregaande besluitvorming met een, zacht gezegd, behoorlijke politieke rand. Namelijk de keus om niet opnieuw te gaan aanbesteden, alles stop te zetten, maar de keus om het hoofdrailnet geïntegreerd met de HSL aan NS te gunnen en wel tot 2025. Ja, dat was het. Dat was de discussie in het onderhandelakkoord. Hè? Dat was 2010, 2011. Ja, maar omdat dat niet omviel, althans die keuze die leek gemaakt te gaan worden. Nee, die keuze. Nee, dat was een van de opties. Oké, maar dat is in ieder geval een optie die uiteindelijk serieus besproken wordt. En die uiteindelijk ook in de ministerraad van 7 juni heel erg die richting opgaat. Ja. Dat zie ik toch juist? Nou, dat ongetwijfeld. Maar je moet natuurlijk altijd die verschillende opties tegen elkaar afwegen. Kijk, en er is helemaal niets wat ons, als dat betere uitkomsten had opgeleverd voor de begroting en voor de reiziger, dan hadden we dat gedaan. Maar dat deed het niet, dus dan doe je dat niet. Maar u zei net ook, de politiek kwam er steeds meer bij om de hoek kijken. Het was niet alleen een financiële afweging. Politieke standpunten kwamen erin. Vertrouwelijk overleg tussen bewindspersonen en de politiek leider van één bepaalde politieke partij. Daar had u als ambtenaar dus mee te maken. Nou kijk, ik kan vertellen wat ik heb geadviseerd. Ja. Maar als u gaat vragen naar politieke afwegingen, en dan moet u aan politici vragen. Nou, dat is niet helemaal waar, want we kunnen zien wat u heeft geadviseerd. Ja. Dat liep nog sterk langs financiële lijnen. Zeker. Ja. Daar werd ook bijgeschreven, maar goed, de minister heeft ook hele sterke politieke opvattingen. Die komen ook in het geding. En als we dan daarna zien dat de besluitvorming de andere kant uitloopt, dan weten we ongeveer hoe de hazen gelopen zijn, toch? Nou, nee hoor. Nee. Ik begrijp ook niet waarom u dat concludeert. Nee, ik vraag het u. Ja, nee, maar nee, u trekt een conclusie. Nee, ik vraag u, is het niet zo dat als je vaststelt dat financiën eerst sterk in de
richting adviseert. Van, let op, precies zoals ik het net citeerde. Wellicht komt er een nieuwe aanbesteding aan, omdat het aanbestedingsrechtelijk niet droog te houden valt als die vira's niet werken. En er komt niks terecht van alle eerdere afspraken. En in een later stadium wordt er voorgesorteerd op het feit dat er een concessie wordt verleend, geïntegreerd, en dat de NS het mag proberen op te lossen. Ja, u maakt nou een hele grote sprong tussen ons eerste gedachtenvorming. En dat begint met het woord van dat begin. Nee, maar nou, mag ik even uitspreken. Van eind februari naar 7 juni, dat klopt. Het is het begin van een denkproces, waarin, en die begint met het woord wellicht. U moet niet voorstellen of dat het sterke advies van Financiën was aan het eind van de rit. Wij doen kennis op, samen met onze collega's van de NS, samen met INM, samen met externe adviseurs. En in het gedachteproces vormen wij onze mening. En uiteindelijk hebben wij een advies aan de minister. En u moet niet gaan citeren uit eerste gedachtespinsels. Die beginnen met het woord wellicht en dat vervolgens neerzetten als de sterke positie van ambtelijk financiën. Dat is niet juist. Dan heeft u aangegeven hoe u daar tegenaan kijkt. Staatssecretaris Mansveld die trekt eind januari 2013 de zogenaamde niet-handhavingsbrief in. Moet even uitleggen. In 2008, met dat zogeheten Memorandum of Understanding, wordt overeengekomen, we gaan aan de slag met die concessie, maar omdat het materiaal er nog niet is, schrijven we een brief, we gaan nog niet handhaven. Die niet-handhavingsbrief trekt staatssecretaris Mansveld in. Met andere woorden, zegt, dan kan ik gaan handhaven op het niet nakomen van de concessie door HSA. Was het ministerie van Financiën daarin gekend? Dat geloof ik, dat denk ik wel. Als ik zo kijk naar de stand van het overleg en de contacten, dan kan het haast niet anders dan dat wij daarover geïnformeerd waren. Ik heb niet een concreet moment dat ik me dat nu heel sterk herinner, maar ik denk dat wij geïnformeerd waren, ja. Op 6 juni 2013 wordt na overleg tussen uw minister, de heer Dijsselbloem, en de staatssecretaris mevrouw Mansveld, in een mail gemeld dat de vervoerders, de NS en de NMBS, de Belgen, tot september de kans krijgen om met een plan voor alternatief vervoer te komen. Vond u dat logisch en terecht na alle vertragingen en problemen, ook in ogenschouw nemen het onrealistisch hoge bod uit 2001 en het gegeven dat HSA op geen enkel moment aan de concessievoorwaarden had voldaan tot dan toe? Nou, bij oplossingen kijk ik altijd naar voren. Ik ben ook nooit zo van de school van wie heeft dat gedaan en wie is schuldig. Ik heb in dienst gezeten en als er dan een vrachtwagen in de sloot werd gereden, kwam er altijd een officier aan die zei wie heeft dat gedaan. En ik dacht altijd, hoe krijgen we dat ding weer op de kant? Dat vind ik altijd belangrijker. Dus dat is ook een beetje mijn houding altijd geweest met dit soort zaken. Je moet gaan kijken. Natuurlijk, wij baalden, dat heb ik net ook al gezegd, wij baalden ontzettend van het feit dat de NS het niet goed had gedaan. Maar om dan te zeggen, dan gaan we ze maar straffen. Want uiteindelijk straffen we onszelf het meeste. En we straffen de reiziger het meeste. Dus je moet altijd kijken naar voren toe, welke van de verschillende opties levert de beste uitkomsten op. En wij hebben toen gezegd, of de ministerraad heeft toen besloten, we geven de vervoerders nog één kans. Maar dat is maar we gaan dat wel beoordelen. En we gaan dat wel beoordelen tegen alternatieven. Zoals onder andere het intrekken van de concessie of andere partijen een bod laten doen. Dus we hebben ze wel gestimuleerd om echt hun allerbeste beentje voor te zetten. En ik geloof wel dat iedereen begreep, ook van de kant van de NS en de NMBS, dit is de laatste kans. Mm. Maar goed, dat zijn mijn woorden. Heb ik niemand horen zeggen. En dus het was niet zo dat er nu bij voorbaat al tegen hun werd gezegd van nou, dat zit wel goed. Nee, ze moesten echt wel hun best doen voor een goed bod. Dat moest dan worden beoordeeld op de juridische consequenties, financiële consequenties, kwaliteit voor de reiziger, et cetera. Realisme. Dat is ook een factor die voor de eerste keer in dit proces is meegenomen van executiezekerheid.
Dat is ook een factor geweest die we hebben meegewogen. En die Venus heette dat. Ja, waarom we op die naam zijn gekomen is mij een raadsel. Maar dat heette Venus Business Case. En dat is ook door onze... Wij hebben daar een adviseur nog voor ingehuurd om dat te kijken. En een van de dingen waar we specifiek de adviseur naar hebben laten kijken is... Ja, de executiezekerheid en de risico's, de opwaartse risico's, de neerwaartse risico's, om toch wel enigszins een idee te krijgen van hebben we nou een keer iets eindelijk wat wel kan gaan werken. Ja. Toch is er iets veranderd op dat ministerie van Financiën, want om in uw vergelijking van die militaire dienst te blijven, jarenlang zei minister Zalm, ook als er een auto in de sloot lag, jullie zouden voor vervoer zorgen. En hoe je het regelt, regel je het. Of je hem er nou uittrekt en ja, je lapt hem op of je regelt een andere. Je zorgt maar dat het vervoer er komt. Ja. Dat is een andere opstelling. Ja, dat kan. Dat kan. En die zal daar zijn reden voor hebben gehad. Kijk, ik denk dat je, als je... Maar goed, misschien moet ik daar niks over gaan zeggen. Want ik was er toen als ambtenaar in ieder geval niet bij betrokken. Ik heb natuurlijk opvatting als burger. Maar het is niet gestoeld op activiteiten in die tijd. Nee, omdat u zei, ik kijk alleen maar vooruit. Jarenlang was bij Financiën eerst een andere manier om tegen dat probleem aan te kijken. Ja, daar is een omslag in gekomen. Mijn mening is, als je oplossingen wil bedenken die realiteit hebben, dan moet je vooral vooruit kijken en moet je niet juridisch kijken van contract is contract. In hoeverre was die mogelijkheid voor NS... om dan dus toch de boel te mogen oplossen nog, zeg het dan zo even, ingegeven door budgettaire redenen, het overeind houden van het onderhandelakkoord, het beperken van de dividendschade en waardevermindering van de staatsdeelneming NS. In hoeverre was dat de eigenlijke reden? Dat speelt een belangrijke rol, maar als er iemand anders was gekomen die voor de reiziger een vrijwel net zo goed bod had kunnen doen met betere financiële resultaten voor ons, dan was dat prima geweest. Ik denk dat het als consument probeert natuurlijk ook altijd de beste kwaliteit voor de laagste prijs te krijgen. Maar welke alternatieven zijn er dan bekeken? Nou, er is wel degelijk bekeken. Niet door mij, omdat de kennis daarvoor bij het ministerie van INM ligt. Maar er is daar een heel scala. Maar er waren mensen van buiten bij INM die zich melden en die kregen een ambtelijk afwijzingsbriefje. Ja, nou, dat moet u dan aan de mensen van INM vragen. Dat hebben we deels ook al gedaan. Ja, ja. Maar dus die alternatieven werden helemaal niet serieus genomen? Ik heb te maken met wat ik heb gezien, is dat er wel degelijk een aantal opties werden afgewogen, inclusief de markt, het vervoer internationaal aan de markt overlaten. Er is ook gekeken naar alternatieven om die concessie in verschillende stukjes op te knippen en die afzonderlijk aan te besteden. Het totaal opnieuw aan te besteden. Dus al die opties zijn wel verkend. En op hun gevolgen voor de begroting ook van INM, de opbrengsten voor INM. En wat daar dan uit naar voren kwam, is dat de meeste van die opties... financieel gezien minder aantrekkelijk waren en ook vervoerstechnisch het aanbod voor de reizigers minder waren, omdat, zeker in het geval van liberalisatie, dan gaan er geen 16 treinen naar Brussel rijden. Dan gaan er een trein 's ochtends, middags en 's avonds. U zei net op mijn vraag de financiële kant, hè, dus de waardevermindering van de staatsdeelneming, dividendschade, noem het allemaal maar op, vormde een belangrijke overweging op een schaal van 1 op 10. Nou, voor mij is dat een belangrijke. Voor INM was die veel minder belangrijk. In het totale proces speelde die mee, maar ja, om dan een cijfer op te vinden. En in hoeverre was die beslissing om de NS nog een kans te geven, ik vraag het toch nog een keer, ingegeven door politieke motieven? Ja, dat weet ik echt niet. Ik probeer duidelijk te maken dat daar financieel, technisch en ook vanuit het reizigersaanbod, dat dit de meest superieure oplossing was, voor zover dat in deze context het juiste woord is. Maar dat het in ieder geval de beste oplossing was, vergeleken bij de alternatieven van liberalisering, opnieuw aanbesteden, et cetera. Dus daar heb je ook volgens mij helemaal geen... politieke ideologie voor nodig om tot die ontdekking te komen. U zei net, dat is mijn laatste vraag op dit punt, economische zaken, toch degene die moet letten op als marktmeester is de concurrentie wel op orde.
was in deze fase helemaal niet betrokken en dat hoefde ook niet. Er was geen mededingingsprobleem. Blijft toch de vraag of met de vorm van besluitvorming die in de ministerraad op 7 juni plaatsvond, niet al zodanig een bepaalde richting werd uitgegaan. De heer Robbe zei hier vanmorgen, de contouren werden al duidelijk van waar het naartoe gaat. Dat toch ook niet voor de hand gelegen had om toen ook al EZ nadrukkelijk in beeld te brengen op juist dat punt van het mededingingsrecht. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, nou volgens mij is het mededingingsrecht is goed in kaart gebracht door adviezen ook van de landsadvocaat. Aparte toetsing van die Venus Business Case nog door een onafhankelijke externe partij gedaan. Hè, of het allemaal marktconform was. Niet op dit moment, dat was later. Ja, later. Nou ja, maar dat was ook... Maar hier werd toch op 7 juni een bepaalde richting ingeslagen? Nou, maar wel voorwaardelijk. He, dat is door het kabinet gezegd van de vervoerders krijgen een kans en wij gaan dat beoordelen. Dus dat is nog niet zo van jongens, jullie hebben het binnen. En zo is dat naar mijn idee ook niet gevoeld door de NS. Die hadden wel degelijk de incentive en de prikkel om een heel goed bod te doen. Voorzitter. Ja, ik wou nog even, meneer Raap, nog even terug naar de tijd voor de beslissing, hè, op 6 juni 2013 om, laten we zeggen, NS de kans te geven om met een alternatief te komen. En de vraag is nou welke alternatieven van andere vervoerders nou concreet zijn bekeken? Ja, dat moet u eerlijk gezegd aan INM vragen. U heeft zelf... Ik heb zelf niet, dat zou ook niet passen. Want ik ben aandeelhouder van de NS en het laatste wat er moet gebeuren is dat die informatie bij de aandeelhouder van de NS. Dan krijgen we dus de schandalen die we nou de afgelopen weken hebben gezien. Dus dat moeten we dus juist niet doen. Dus die zijn niet bij mij terechtgekomen en voorkomen terecht. Goed, primair is INM natuurlijk aan zet. Maar goed, financiën heeft daar natuurlijk ook belang bij. U heeft geen concreet zicht op of er... heel concreet met andere vervoerders is gesproken over een mogelijk alternatief ten opzichte van NS. Nee, maar ik zou dat ook niet moeten weten. Ik zou het ook niet moeten willen weten, eerlijk gezegd. U wilt dat niet eens weten? Nee. Goed, nee. Ik geef het woord aan de voorzitter. Want ik stel voor dat we 10 minuutjes pauzeren. Het is nu bijna 3 uur. We gaan om 3:10 verder. Ik schors de vergadering.
Ik heropen de vergadering. Vraag de griffier de getuigen wederom binnen te leiden. Meneer Raap, we pakken het op bij het alternatieve vervoer. Venus, het is al even langsgekomen. Mm-hmm. Ja. Wat vond u nou eigenlijk van het volwaardige alternatief? Vond u het nou eigenlijk een volwaardig alternatief wat uiteindelijk is aangeboden? Ja, het ligt eraan. Ja, ik ben natuurlijk niet de allergrootste vervoersspecialist. Aandeelhouder in de eerste plaats. Als je het zo ziet, dan zie je dat er, dit is een bod wat uitvoeringszekerheid probeert een belangrijke rol te spelen. Dus meer gebruik maken van erkende hoge snelheidstreinen zoals de Thalys en de Eurostar. In die zin, er is meer keuze ook voor de reiziger, want hij kan kiezen tussen enerzijds het hoge snelheidstraject en anderzijds ook die Benelux-trein, heet die dan, geloof ik. Benelux Plus. Zegt u? Benelux Plus. Benelux Plus, ja. Dus die geeft reizigers ook een keuze tussen een iets goedkoper vervoermiddel en een iets duurder, maar dat dan wel sneller gaat. Dus in zijn totaliteit, als je geloof ik kijkt naar het aantal treinen wat over dat traject gaat, dan is dat meer en meer keus voor de reiziger. Maar ja, het is wel tegen een iets lagere snelheid. Dus het echte beoogde hoge snelheidsvervoer, met uitzondering van die extra Thalysen en Eurostars, 6 in totaal, dan is het natuurlijk ietsje minder. Nou, de hoop is, als er eenmaal die nieuwe intercities zijn, die dan weer wat sneller gaan, 200 km per uur, dat we dan in de buurt komen van het vervoersaanbod van de concessie. En nou ja, dat is een kwestie van smaak en waardering of je dat dan in zijn totaliteit beter vindt of gelijk of veel of iets minder. Nou, het komt aardig in de buurt, vind ik in ieder geval. Bent u gekend in die discussie of het een volwaardig alternatief is of louter een acceptabel alternatief omdat er geen andere keuze is? Nou, dat was natuurlijk voornamelijk een discussie tussen NS en INM. Niet met EZ erbij? Nee, nou, niet dat ik weet in ieder geval. Niet dat u weet? Niet dat ik weet. Oké. Was er nou nog enige angst dat dit alternatief wat werd aangeboden niet zou worden geaccepteerd? Gelet op het feit dat er belang werd gehecht angst aan bij een onderhandelakkoord? Angst bij wie? Bij financiën. Ja, angst is niet het goede woord. Ik denk, wij maken gewoon een analyse van de plussen en de minnen. En dan adviseren wij de minister. Dus angst. Zorg? Nee, want als blijkt dat er een ander bod beter is, dan gaan we daarmee door. Dus wij... Nou, ik vraag het, misschien moet ik het duidelijker maken. Was er nou een zorg, gelet op het feit dat dat nu de afspraken die eerder waren gemaakt, de financiële afspraken ook, dat veiliggesteld leek, dat er misschien een zorg was bij financiën. Als dit nu niet wordt aanvaard, dan zijn we weer terug bij af. Ja, maar dat is dan misschien zo. Maar als er een ander alternatief is wat beter is, dan heeft dat dan ook bepaalde plussen. Hm. Kijk, wij zaten er in ieder geval niet in om de NS te beschermen. Hè? Dat, okay. Misschien had je zelfs wel liever gehad dat er een levensvatbaar alternatief was. Ook al vanuit het oogpunt van ja, als je zo lang bezig bent om die concessie uit te voeren en het lukt steeds niet, dan op een gegeven moment heb je het recht ook verspeeld. Maar ja, nogmaals, wat ik voor de pauze al zei, je moet natuurlijk wel steeds kijken naar de opties en de alternatieven. En je zit er uiteindelijk niet om te straffen, maar om te kijken hoe wordt de reiziger het beste bediend en hoe kunnen we de budgettaire opbrengsten voor de staat maximaliseren. Dat waren de twee oogpunten. Ja, dan uiteindelijk weeg je dan af dat die Venus business case het beste is van de denkbare alternatieven. Maar als er een ander alternatief beter was geweest, dan waren we daarvoor gegaan. Maar als aandeelhouder van NS zou je ook kunnen zeggen, wij staan voor het belang van NS.
Ja, maar ook niet tegen iedere prijs en tegen iedere kost. En als u daar nou, want u had even in het verhoor een beeld gekregen van, nou, stel je voor dat er een ander alternatief was, niet zijnde NS met Venus, maar een hele andere aanbieder. Vindt u dat dat dan serieus had moeten worden afgewogen als het zou zijn ingediend? Ja, dat denk ik wel. Als dat een realistisch alternatief is, hè, dat ook opbrengst oplevert, zoals die waren ingeboekt in de begroting van INM. En als die ook met betrekking tot het kwalitatieve aanbod een vergelijkbare aanbieding doet, dan zeg ik als burger, niet als aandeelhouder, want als aandeelhouder heb je dat dan misschien niet, maar als burger zou ik zeggen, ja, dan moet je dat wel goed bekijken. Over dat alternatieve vervoer, is daar nou overleg over geweest nog tussen uw directie en de inspectie Rijksfinanciën of INM? Nou, jazeker. Er is met INM heel veelvuldig overleg geweest. Ook specifiek over het alternatieve vervoer en de consequenties mogelijk daarvan? Primair is natuurlijk het aanbod voor wat het betreft het aanbod voor de reiziger met INM besproken door NS. NS heeft het ook aan ons toegelicht. Ik geloof zelfs dat ik ergens één verwijzing heb gezien naar een gezamenlijk overleg van Financiën en INM samen met NS, waarin het aanbod werd toegelicht. Dus daar is wel steeds goed en gelijk opgetrokken. Maar de beoordeling of dit een volwaardig bod was, die lag natuurlijk bij INM en niet bij de aandeelhouder. Maar in die besprekingen is u niet geworden dat er misschien een andere partij een mogelijk alternatief in de aanbieding zou hebben? En wat daarvan de gevolgen zouden kunnen zijn? Maar ik had het ook niet mogen weten. Nee. Dus het is maar los van wie het zou zijn, gewoon überhaupt het serieus analyseren van het gelijke speelveld, daar heeft u geen kennis van of dat gebeurd is? Nee, maar ook niet dat het niet gebeurd is. Oké. Als u kijkt naar het alternatieve vervoer, vindt u dat daarmee dan aan de concessie is voldaan? Ja, dat vind ik niet aan mij om te beoordelen. Dat vind ik echt aan de concessieverlener. Maar u beoordeelt wel de NS, want u bent de aandeelhouder. Ja, als je het heel extreem wil zeggen, als je aan de concessievoorwaarden kan voldoen door één trein te laten rijden en maximale prijzen te rekenen, is dat vanuit een heel beperkt aandeelhoudersperspectief natuurlijk geweldig. Ja, maar dus daarom, hè, de verantwoording om dit goed te kunnen beoordelen, de balans tussen enerzijds wat betaalt NS en wat voor aanbod krijg je daarvoor, ja, die ligt natuurlijk bij INM, niet bij de aandeelhouder. Nee, maar in het onderhandelakkoord werden natuurlijk ook wel weer eisen gesteld. Daar heeft Financiën zich ook een zekere positie verworven, ook in de analyse van wat willen wij dan dat er aangeboden wordt? Nou, ik denk dat wij niet zozeer betrokken zijn geweest bij de specificatie van de treindiensten die moesten worden aangeboden. En als je heel erg diep in mijn hart kijkt, als aandeelhouder, dan misschien zouden er wel bepaalde treindiensten uit dat schema gehaald kunnen worden ter optimalisering van de business case voor de NS. Maar stel dat was natuurlijk, dat vond INM geen goede zaak, dus die heeft vastgehouden aan dat aanbod. Heel verstandig vanuit hun perspectief. Maar er gaan natuurlijk treinen in die uitgebreide dienstregeling rijden die aan zich niet rendabel zijn. Nee. Maar straks rijden er, wanneer we naar het internationale vervoer kijken, dat is de hele opzet geweest van die HSL Zuid. Die was niet om in Nederland snel te kunnen rijden, maar het beoogde vervoer was internationaal. En natuurlijk gebruiken we hem ook nationaal. Zie je dat internationaal op dit moment alleen de Thalys overheen rijdt. En als je op een andere wijze internationaal wil rijden, doe je daar langer over dan de hoogsnelheidslijn ooit was aangelegd. Dat is dan toch niet iets waarvan je zou kunnen zeggen, dat laatste, doet er langer over dan voordat HSL Zuid was aangelegd. Via de Benelux Plus trein bedoeld. België hebben daar een aantal mooie stations tussendoor geweven. Oké, nou dat, ja. Dus het alternatief is eigenlijk, dus of je betaalt veel, of je doet er langer over dan ooit. Dat is eigenlijk wat er nu volgens nog ligt. Ja. En er rijdt geen door de NS aangeleverde internationale trein die 200 km per uur rijdt. Nou, die komt nog. In Nederland. Zegt u? In Nederland. Maar niet internationaal. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou ik nog eens even na moeten checken. Ik dacht dat hij ook doorreed naar Brussel met die 200 km per uur op den duur. Wellicht.
wellicht. Ja. Vindt u het nou, als u kijkt naar dat totale pakket wat er nu is aangeboden, wanneer ik het schets zoals ik het net schetste, vindt u het dan nog terecht dat de NS, -HSA, de concessie heeft mogen houden? Ja, terecht. Dat is, dat ligt eraan wat het beoordelingskader is. Als je het vanuit een bepaald normatief beoordelingskader beoordeelt, dan kan je zeggen van degene die gefaald heeft, wordt beloond. Maar dat is niet ons beoordelingskader geweest. Ons beoordelingskader was kijken naar de budgettaire effecten, kijken naar de dividendopbrengsten en kijken naar de kwaliteit van het aanbod voor de reiziger. En dat dan steeds afzetten tegen alternatieven op die drie punten. En als je dat dan doet, dan was dit alternatief, scoorde het beste op al die drie punten. Het is een pragmatische insteek die u, daar is iets en anders hadden we niks. Ja. Alleen wanneer we toch kijken naar wat zijn de verantwoordelijkheden die de verschillende partijen aan hun aandeelhouder bijvoorbeeld hebben. Vanuit dat licht stellen we de vraag wat u er dan van vindt dat geen van de hoge snelheidsverbindingen door NS of door HSA straks zelf zal worden verzorgd. Er komt dus ook op termijn geen door de NS zelf aangeschafte hoge snelheidstrein. En dan ben ik benieuwd, wat vindt de aandeelhouder daar dan van? Dat u... Nou, ik vind het jammer dat het oorspronkelijke concept dat niet mogelijk is gebleken. Als je dan terug wil gaan naar de oorzaken, dan denk ik dat je dat niet alleen aan de NS kan toerekenen. Want? Nou, kijk, het punt is natuurlijk dat je met zo'n... met die hoge snelheidslijn, en dat is dan eind jaren 90 begonnen, dat je dus eigenlijk drie innovaties in één keer wilt toepassen. Hè. Je wilt een infrastructuur aanleggen voor een specifieke vorm van vervoer die er nog niet is, met een vorm van beveiliging, ERTMS, die er nog niet is. Je wilt een OV-lijn aanbesteden, wat we nog niet op die schaal hadden gedaan in Nederland, en dan ook nog internationaal. En je wilt een trein bestellen die nog niet bestaat, die ook niet geleverd kan worden op dat moment. En die vraag je dan ook nog eens een keer uit een hele kleine hoeveelheden. Dus dan doe je drie hele aparte dingen, drie innovaties op elkaar. En dan vindt men het gek dat het niet loopt zoals het gepland is. Mm. Ik vind het eerlijk gezegd gekker dat er mensen waren die dachten dat het wel zou gaan lopen. Mm. Zoals en dat het gepland raakt een was. Beetje aan wat de heer Elias met u net besprak. Namelijk dat wanneer je naar het dossier kijkt, er een verschuiving lijkt te zijn van dit hebben jullie afgesproken. Jullie wisten dat het ingewikkeld was. Jullie wisten wat de eisen waren. Jullie wisten wat je ervoor wilde betalen. Jullie wisten dat er een aantal afspraken niet afgehecht waren, waardoor jullie minder geld voor hoefden te betalen. Die wetenschap werd daarvoor steeds bij NS neergelegd. Maar ik hoor u zeggen, in de loop der tijd is een soort, hoe moet ik zeggen, een soort begrip ontstaan waardoor je... Nou, begrip. Ik geef nou mijn mening. Over een tijd waar ik zelf als ambtenaar niet bij betrokken was. Ja, maar ik zeg het omdat en dat ik wil hier niet zeggen, suggereren dat dit de mening van financiën is. Ik geef nu mijn mening, kennis hebbende als een relatieve buitenstaander van alles wat er voor 2007 is gebeurd. Nee, maar alles wat er voor 2007 is gebeurd, daar ben ik niet bij betrokken geweest. En wij zijn pas aandeelhouder vanaf 2005... Dus ik geef nou mijn persoonlijke opvatting, dat doe ik heel onbevangen, dat ik denk dat dat misschien dienstig is voor het onderzoek. Maar het is geen standpunt van financiën. Maar snapt u onze vraag? Het is misschien een rare vraag van de parlementaire enquêtecommissie, maar snapt u dat wij die vraag stellen omdat wij zien in het dossier, en we hebben het in het verhoor langs zien komen, dat er toch een kanteling lijkt te zijn van het heel scherp iemand houden aan de verplichtingen die willens en wetens is aangegaan, tot een houding waarin u eigenlijk al ogenschijnlijk moeite heeft om te zeggen, het is slecht dat ze zich niet aan de concessie hebben gehouden. Nu niet, nooit niet en in de toekomst niet. Maar dat, dat heb ik wel gezegd. Heel voorzichtig. Dramatisch. En, nou, dat de trein uit is gevallen vond u dramatisch. Maar u vindt het dus ook dramatisch dat er nimmer aan die concessieverplichting is voldaan. En dat vindt INM natuurlijk ook. En, dat, en als u maar weer niet... mijzelf als ambtenaar, maar mijzelf als burger. Kijk, ik begrijp wat de heer Elias net zei. Van ja,
Vind je het niet raar dat degene die niet levert dan toch weer de concessie mag uitvoeren? Ja, het liefste wil je natuurlijk straffen. Hè, misschien. Ja, maar dat raakt een beetje maar aan... Maar je moet ook altijd weer kijken. We hebben wel een verantwoordelijkheid voor het feit... dit land moet wel bestuurd worden. En het alternatief is, als wij zeggen, ja, we laten 1,4 miljard lopen... wie betaalt dan de rekening? Ja, maar dan zijn we dus toch bij de vraag waarmee we na de korte schorsing begonnen. Het beeld. Halleluja, we hebben een volwaardig alternatief. Hoor ik u ook wel een beetje? Nou, halleluja. Nee, maar goed, niemand heeft halleluja gezegd. Ik denk dat dat ook allerminst op zijn plaats is. Maar ik heb ook met enige caveats gezegd. Het is een, naar mijn idee, volwaardig bod. Het oordeel daarvan ligt bij de experts van INM. Ik denk dat dit een goed te verdedigen besluit van INM is. En dan komen we een beetje dichter bij uw echte expertise. Dat is namelijk het financiële gedeelte, de financiële afhechting van het geheel. Als je nou kijkt naar de afspraken over het alternatieve vervoer, dat die worden vastgelegd eigenlijk in de aanvulling van het onderhandelakkoord. Wat was dan de financiële schade, de financiële consequentie? Nou, de Venus business case die had in zijn totaliteit voor de aandeelhouders waarde een impact van 340 miljoen euro. En hoe is dat uiteindelijk verdeeld? Ja, dat is een goede vraag. Volgens mij is daarvan afgesproken dat... INM 119 miljoen dividendschade voor zijn rekening zou nemen. En voor het restant zou er dan een efficiëntietaakstelling op NS worden opgelegd. En naar de hand is geloof ik besloten om het geheel, die 340 miljoen, als efficiëntietaakstelling aan de NS op te leggen. Maar of daar die 119 miljoen afslag op het infrabudget... daarvoor is gecorrigeerd, dat durf ik niet meer te zeggen. Maar u legt het rustig uit. We zullen het in het rapport concreet maken. Maar ik hoor u eigenlijk wel zeggen, het is gewoon een verdeling geweest van de pijn over de verschillende partijen. Nou, uiteindelijk kun je zeggen dat mede op instigatie van de Tweede Kamer, die heeft er ook expliciet om gevraagd, is uiteindelijk de pijn dus teruggelegd bij de NS. Die moet via efficiëntieverbetering die 340 miljoen zien goed te maken. We hebben er een paar keer even iets over gesproken, maar als u niet weet hoe het zit, dan moeten we daar overheen stappen. Maar weet u nu of het ministerie van Economische Zaken bij dit geheel betrokken is? Want het is wel een mededingingskwestie mogelijk, wanneer andere partijen de ruimte zouden willen hebben, kunnen hebben, opgeëist hebben, niet gekregen hebben. Het kan van alles zijn. Weet u dat? Nou, ik heb in ieder geval niet met hun hierover contact gehad. Kan ik me in ieder geval niet herinneren. Misschien een keer een telefoontje of eens een keer een contact om even een stukje informatie te geven. Maar ik kan me ook niet herinneren dat ze expliciet bij gesprekken aanwezig waren. In ieder geval niet bij de gesprekken, voor zover ik me kan herinneren. Waren ze niet aanwezig. Als we kijken naar het feit dat nu de concessies in elkaar zijn verweven, dat het dus de recht op vervoer door het hele land, minder randjes, en de recht op vervoer over de HSL-Zuid, dat is nu in één pakket gekomen. Dan breng ik toch ook nog even in herinnering het feit dat de NS veel uitgestelde betalingen heeft gekregen. Het is misschien een vraag waar we al een paar keer aan geraakt hebben, maar is ook in financiële zin de NS hiermee niet beloond voor slecht gedrag? Ja, maar ik vind dat de NS toch ook echt wel een veer heeft gelaten. De 166 miljoen, de garantie, het garantiekapitaal dat is ingezet om HSA in de lucht te houden. De Venus business case die ze zelf moeten overeind houden via efficiëntietaakstelling. Of maatregelen moet ik beter zeggen. Dus het is de reputatie, het is ook niet echt NS in de koude kleren gaan zitten. En dat merk je ook wel als je met de mensen praat. Die balen hier natuurlijk ook geweldig van. Ja, hebben wij gezien hier in de horen, absoluut. Ja. Ik denk dat het goed is om dat te benoemen. Ja. Heel veel mensen hebben daar heel hard aan gewerkt. Dus het is goed dat u dat nog even uitspreekt. Maar dat is toch wel het boeiende van dit geheel. Dat uiteindelijk
met het behouden van de concessie, ook al kan je er van alles van vinden, zowel de NS gebaat is, uiteindelijk INM gebaat is en financiën gebaat is. Dus de gekke uitkomst is dat iedereen nu gebaat is bij het feit dat eigenlijk louter die concessie maar in de lucht is gehouden. Kunt u daar nog iets over zeggen? Ja, ik kan me daar van alles bij voorstellen. En ik heb ook uitgelegd in de afgelopen verhoren dat dat lang niet altijd onze insteek is geweest. En dat wij ons ook hadden kunnen voorstellen dat er andere uitkomsten waren geweest. Maar wanneer je de opties naast elkaar legt en je vergelijkt ze dan, dan was dit toch steeds de beste uitkomst. En daarom is daar uiteindelijk voor gekozen. Niet vanuit een soort loyaliteit naar de NS. Maar ja, het was uiteindelijk de beste oplossing. Niet nog een grotere rekening voor de belastingbetaler en misschien niet nog meer nadeel voor. Nou ja, dat waren de alternatieven. Je kunt natuurlijk de grote sweep hanteren en zeggen, nou, jullie hebben het recht verspeeld en we gaan naar een ander toe. Maar dan heb je dus inderdaad, begin je al met een schade van 1,4 miljard aan minder concessieopbrengsten. De inschatting was dat daar volstrekt niemand in de wereld ook maar in de buurt kon komen. Ja, en dan ga je het verschil, moet dan weer worden omgeslagen. Hetzij bij INM zelf, minder investeringen in infrastructuur. Ja. Of als je het uit de generale middelen doet, ja, dan zijn het met name onderwijs, sociale voorzieningen en dergelijke, die dan de prijs moeten betalen. Dat is natuurlijk, dat is het soort afwegingen waar een ministerie als financiën voor staat. En ik vind altijd, ja, ik doe toch ook wel een beetje mijn werk als ambtenaar om ervoor te zorgen dat de belastingbetaler er goed uitkomt. Dat de mensen die gebruik moeten maken van sociale voorzieningen en dergelijke, dat die niet nodeloos gepakt of aangepakt worden. Hun voorzieningen kwijtraken, om het zomaar netjes te zeggen. Dat maakt het draaglijk voor een ambtenaar van financiën, ja, om te constateren dat een concessie nooit is nagekomen, dat er een hoop ellende is geweest, dat het beoogde vervoer niet meer tot stand is gekomen, maar een gelatenheid van nou, dit is wat het is. Ja, dat is het leven staat voortdurend, als ambtenaar moet je voortdurend dit soort onweegbare dingen tegen elkaar afwegen. Ja. En zien te optimaliseren. En dat is een hele, dat maakt het ook zo boeiend. Nou, moet u het al een poosje. Ja, hopelijk doe ik het ook nog een toosje. Ja. Ik geef het woord aan mevrouw Vos. Ja, dan wil ik over u inderdaad uw baan het gaan hebben. Het aandeelhouderschap dat u uitoefent eigenlijk voor de staat bij de NS. Mijn eerste vraag is, welke mogelijkheden heeft u nu eigenlijk als aandeelhouder om de NS te sturen en de directie daarvan? Sorry, het laatste? Nou, te sturen en dan? Ja, om gewoon richting te geven aan de NS. Welke mogelijkheden heeft u als aandeelhouder? Ja, wij zijn natuurlijk als aandeelhouder betrokken bij discussies en besluitvorming over de strategie van de NS. We hebben regelmatige bijeenkomsten. Hoe vaak? Zegt u? Hoe vaak is dat per jaar? Nou, de strategie moet je ook weer niet te vaak bespreken. Dus ik vind, we doen het nou geloof ik de laatste tijd zo ongeveer 1 keer per jaar. Mm-hmm. En dat is eigenlijk best al wel veel. He, dus dan heb je ook te maken met updates van de strategie. Niet iedere keer dat er een totaal nieuwe strategie wordt ontwikkeld. Dat zou natuurlijk echt belachelijk zijn. Maar ieder jaar eventjes kijken van waar staan we met de strategie en welke updates zijn daarvoor nodig. En dan eens in de zoveel tijd een grootschaliger exercitie. Daar zijn we bij betrokken. We zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van de internationale strategie en de voorwaarden waaronder. We zijn ook betrokken bij bepaalde grote investeringen. En formeel komen wij als aandeelhouder pas aan bod wanneer een investering groter is dan 1/3 van de balanstotaal. Nou, dan heb je het over iets van 2 miljard. We hebben een aantal malen ook aan de Tweede Kamer al aangegeven dat we bezig zijn met statutenwijzigingen. Waardoor die drempel die bij de NS nu nog heel hoog ligt, wordt verlaagd naar een bedrag van 200 miljoen voor investeringen en voor concessies, dus biedingen op concessies, wordt weer een specifieke drempel die aanzienlijk lager is, nog weer afgesproken. En het precieze bedrag heb ik nou even niet uit mijn hoofd. Zodat wij ook bij het doen van grote investeringen betrokken zijn. En sowieso bij als er sprake zou zijn van grote overnames of fusies.
Dan is het natuurlijk sowieso vanzelfsprekend dat maar, dat met ons wordt doorgenomen. Het wordt met u doorgenomen, maar heeft u, wat kunt u dan besluiten? Mogen bepaalde beslissingen alleen maar doorgaan als financiën het ermee ja, eens is? Ja, dat is dan inderdaad bij bepaalde investeringen. Hè, als die over die drempel van 200 miljoen komen en bij concessies dus ietsje lager, moeten wij formeel instemmen. En als we dat niet doen, dan heeft de NS geen toestemming. Dus u bent betrokken bij de strategie, hè? Dus zo af en toe, eens in de zoveel jaar, bij grote investeringen. En welke sturingsmogelijkheden heeft u nog meer? Nou, je kunt informeel overleggen. Er is natuurlijk geregeld informeel overleg. En daar staat alles zo'n beetje op de agenda wat op dat moment relevant is in de relatie aandeelhouder-onderneming. En in dat soort gesprekken kun je natuurlijk ook informeel heel veel kwijt. En kun je natuurlijk ook heel informeel heel veel richting geven, guidance geven. Zo kijken wij er vanuit onze aandeelhoudersrol tegenaan. En nou, daar kan dan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen kunnen daar dan weer rekening mee houden. En u benoemt ook de Raad van Commissarissen. Dat is ook een sturingsmogelijkheid. Ja, ja. Is de aandeelhouder NS, de aandeelhouder Financiën, de NS nu scherper gaan volgen naar aanleiding van het HSL Zuid dossier? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. En hoe uitzicht dat? Nou, door frequenter contact. En inderdaad, alles te bespreken en het voordeel ook van de gebeurtenissen, onderhandelakkoord en dergelijke, is dat je elkaar ook vaker ziet. Dus je kunt elkaar makkelijker vinden, dat gaat twee kanten uit. Niet alleen ik naar hun toe, maar ook zij naar mij toe. Want hoe was het dan voor en na? Hoe vaak zag je elkaar voordat er zich problemen manifesteren en hoeveel daarna? Ik zie ze nu iets te vaak. Ik spreek ze iets te vaak, eerlijk gezegd. Ik wil ze minder vaak zien. Nou ja, de laatste weken is het bijna dagelijks en een paar keer per dag. Dat wil je niet, want als je mensen van een deelneming een paar keer per dag spreekt, is dat meestal niet zo'n goed signaal. Dus je wilt ze eigenlijk regulier zien. Zeg minimaal één keer per kwartaal. Soms één keer per maand, minimaal. En dan alle informele contacten tussendoor. Ook mijn werk, mijn eigen medewerkers hebben natuurlijk contacten met de mensen van de NS op hun niveau. Om over onderdelen nadere informatie op te vragen. Dus er is een tamelijk frequent contact. En we kunnen elkaar heel makkelijk vinden daar waar het nodig is. Maar dus inderdaad regulier voor de andere staatsdeelnemer is het één keer in de kwartaal, maar bij de NS is het dus... Nee, het varieert ook een beetje. Ja. We hebben dus onze minimumstandaard is gewoon minimaal één keer per kwartaal. Ja. En daar wordt ook soms van afgeweken omdat dat dienstig is. Ja. Maar voor alle speciale gevallen, dus investeringsbeoordelingen, die fietsen daar natuurlijk doorheen. Ja. Dus als wij bijvoorbeeld het voorbeeld wat eerder aan de orde is geweest, Avalon destijds, daar bent u ook bij. Daar hebben we heel vaak contact. Mijn medewerkers die waren op dat moment ook bijna gehuisvest in het kantoor van de NS. Die zijn ook, dacht ik, een keer meegeweest ook naar Duitsland. Dus daar zijn op dat moment zijn de contacten heel erg intensief. Helder. En bestuurders, u bent dus betrokken als bij de benoeming, maar ook bij het ontslag van bestuurders. Als ik het goed heb. Ja, zeker. Ja. U zei net dat de sturingsmiddelen, zijn die ook in de formele zin aangepast? Want u zegt, ik zie ze vaker, maar u had het net over die investeringsbeslissing. Dat moet nog gebeuren, dat het van 2 miljard... Ja, daar hebben we overeenstemming over bereikt met de NS en dat moet dan nog langs de notaris en zo. En daar is overeenstemming over bereikt. Ja, dus dat gaat om die investeringen. Dat bedrag is dus verlaagd omdat je anders bijna niets betrokken zou zijn. Ja. Er is sprake van meer inspraak en meer invloed van de aandeelhouder bij NS. Eigenlijk naar aanleiding van de gebeurtenissen de afgelopen jaren. Nou, niet direct hoor, want dit is een inzet die we bij alle deelneming in de hele portefeuille kiezen. Dat heeft te maken met de nieuwe nota staatsdeelneming. Ja. 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 Maar betekent dat dan ook dat je als financiën meer verantwoordelijkheid draagt voor de NS-directie, voor de besluiten? En dat je daar ook op kan worden aangesproken? Nou, dat denk ik dan niet, hè.
je bent natuurlijk verantwoordelijk voor besluiten die je zelf neemt. Hè? Dus in die zin, als een investeringsbeslissing door ons wordt goedgekeurd, dan draag je natuurlijk wel verantwoordelijkheid voor het besluit dat je neemt op basis van de informatie die we krijgen. Dat is wel belangrijk, op basis van de informatie. Ja, ook. En wij gaan er dus inderdaad vanuit. We hebben een vertrouwensrelatie met de deelnemingen, dat de informatie die wij vragen en die wij krijgen, dat die klopt. Wij gaan dus in het kader van een investeringsbeoordeling bijvoorbeeld niet zelf op zoek naar de eigen data. Wat we wel soms doen is dat we gebruik maken van een externe adviseur om de business case te helpen doorrekenen. Maar dat doe je allemaal op basis van data en cijfers van het management. Ja. Je gaat ervan uit dat dat klopt. En je gaat ook verder uit van de kwalitatieve informatie die ze je geven over de risico's en dergelijke. Ja. Dus in die zin is het natuurlijk zo dat je keurt goed, maar dat betekent niet dat je verantwoordelijkheid overneemt van het bestuur voor de beslissingen die het bestuur zelf neemt. Nee, helder. Over NSFNC. Minister Dijsselbloem heeft een tijd geleden aangegeven dat hij niet blij is met die constructie waarin dus NSFNC om belastingredenen in Ierland is gaan zitten. En hij wilde daar wat aan gaan doen. Is dat inmiddels gebeurd? Ja, dat is gebeurd. Daar is de Kamer ook over geïnformeerd. We hebben daar een geleidelijke afbouw van het materiaal afgesproken. En waarom is dat geleidelijk? Waarom kan dat niet direct gebeuren? Nou, omdat als je direct doet, heeft dat wel behoorlijke financiële consequenties ook voor de NS. En dus ook voor de schatkist weer, minder dividenden. En dus uiteindelijk weer dan de gebruikers van sociale voorzieningen, et cetera. Dus daarom geleidelijk. En ook om, als je het in één keer zou doen, dan zou je ook moeten afrekenen met de Ierse fiscus. En dat leidt ook tot belastinglek. Ja. En als je dat geleidelijk doet, heb je dat dus niet. Die constructie bestaat sinds 1998. U bent aandeelhouder sinds 2005. Maar toen u daar kwam, toen u de financiële aandeelhouder werd, werd er toen nog gesproken over deze constructie en of dat eigenlijk wel kon? Nou, niet dat ik me nou zo herinner. Want de heer De Scheemaker zei gisteren bijvoorbeeld, als hij dat zou voorstellen, zou hij waarschijnlijk de Kamer uitgekeken worden? Ja, maar goed. Ja. Nou, laat ik maar niks zeggen. Dat is dan de Belgische situatie. In Nederland, ik weet hè, dat er waren hier discussies ook met de Belastingdienst over. En uiteindelijk heeft het ook geleid ertoe dat de rechter daar een uitspraak over heeft gedaan. En de rechter heeft geconstateerd dat het wel in lijn was met het fiscale stelsel en de internationale verdragen, et cetera. Mits je dan de uitwerking ook daarmee in lijn brengt. Hè, dus met bijvoorbeeld de OESO tax practices. Ik ben daar geen enorme deskundige in. Hè, maar er zijn ook bepaalde beginselen in het kader van de OESO afgesproken over hoe je met dit soort constructies omgaat qua verrekenprijs en dergelijke. Dat moet allemaal netjes gebeuren. Dus als je aan die voorwaarden voldoet, dan is het in principe legaal. Dat heeft de rechter getoetst. Dus over de legaliteit van een en ander, denk ik, dat staat niet zozeer ter discussie. Met dat caveat van dat je wel moet voldoen aan de voorwaarden. Maar je kunt je inderdaad afvragen of dit nou zo'n gelukkige constructie is. En zeker daar waar de HRN-concessie onderhands wordt gegund. Ja. Dan zou je zeker op dat deel van het materieel van de NS, zou je geen belastingvoordelen moeten gaan creëren. En is dat nu ook het geval, zeg maar? Nee, dat wordt ook afgebouwd dus. Maar op dit moment koopt dus NS niet meer de treinen via NSFNC voor diensten die ze rijdt op de HRN. Klopt dat? Nou, we zijn nu, ik geloof niet dat ik hier een heel groot geheim ga verklappen, maar met die nieuwe intercities die moeten worden besteld, dat gaat via Nederland lopen. Via Nederland en dus een onderdeel van de NS dat gewoon in Nederland is gevestigd. Ja, waar dat dan onder welke NV of BV dat gehangen gaat worden, dat durf ik nu niet te zeggen. Maar dat gaat in ieder geval niet via NSFNC in Ierland lopen. Nee. En wanneer verwacht u dat NSFNC Ierland geheel is afgebouwd? Nou, dat vanwege de levensduur van de treinen duurt dat even. Waar de bulk. Ik dacht dat 90% van het materieel weg is dan uit Ierland aan het eind van de concessie 2024.
We hadden het net even over de verschillende sturingsmogelijkheden die de staat heeft jegens een staatsaanneming. Een belangrijke is dus de benoeming van de directieleden en de commissarissen en de commissie en de raad van commissarissen. Is dat dan voldoende? Nou, nee, dat is niet voldoende. Maar je kunt door goede mensen te benoemen, kun je wel een enorm verschil maken. En dan moet je dus mensen benoemen die natuurlijk ook zich rekenschap geven van het feit dat de NS een speciale onderneming is. Die natuurlijk een heel belangrijk publiek belang moet dienen. En dat je ook in een setting werkt waar er natuurlijk meer dan gemiddeld belangstelling is vanuit de Tweede Kamer, vanuit de ministeries, voor het bedrijf. En als je daar niet tegen kan, dan moet je niet bij de NS gaan werken. Moet je ook geen commissaris worden bij de NS. Dus je bent natuurlijk op zoek naar mensen die dat krachtenveld begrijpen. Mm-hmm. En daar aan willen bijdragen. Dat is soms een flinke zoektocht. Nee, je vindt ze zeker wel. Mm. En ik denk dat wij, als je kijkt naar het soort benoemingen dat we hebben gedaan de afgelopen tijd, dat we daar heel tevreden over mogen zijn. En dat je ook ziet dat daardoor ook de discussies met raden van bestuur en raden van commissarissen ook wat soepeler verlopen. Ja, daar komen we straks nog even op. De informatiepositie van de staat als aandeelhouder. Welke informatiepositie moet je nu hebben als aandeelhouder? Wat moet je eigenlijk willen weten? Alles wat nodig is om te begrijpen wat er gebeurt en de minister goed te kunnen informeren, om de Tweede Kamer goed te informeren. Hm. En alles wat je niet begrijpt en wat belangrijk is, daar moet je heel snel achteraan gaan. Want vooral op dit dossier weten we natuurlijk dat, heeft het ons soms verbaasd dat dan er een strijd was bijvoorbeeld om die achterliggende cijfers van de business case. Dat gedoe rond de tariefrestrictie. Had u dat nou als aandeelhouder moeten weten? Dat dat zo speelde en had u dan ook kunnen of willen of moeten ingrijpen? Nou, de vorige keer heb ik gezegd rond dat memorandum of understanding en het niet leveren van de cijfers door de NS. In mijn beleving had dat vooral te maken met dat de NS een structurele tegemoetkoming wilde. En dat INM zei, als je dat wilt, dan moet je met de cijfers komen. En ja, als je dan niet komt met die cijfers, krijg je ook die structurele tegemoetkoming niet. Dus dat was tit voor tat, zullen we maar even zeggen. Maar tussen INM en NS, maar als aandeelhouder? Vind ik dat je de informatie moet krijgen die je vraagt. Volgens mij is dat zelfs een statutair recht. En had u dat dan moeten vragen? Wettelijk recht, geloof ik. Dus ja. Daar moeten ze gewoon komen met de cijfers die wij hebben. En maar in dit geval, ik ga toch even vanuit van de eenheid van beleid. Had dan INM tegen u als aandeelhouder moeten zeggen, vraag dat even voor ons? Nee, want wij hebben natuurlijk niet voor niks een scheiding gemaakt in beleidsverantwoordelijkheid. Het beleidsdepartement heeft een eigen rol als concessieverlener. En wij hebben een rol als aandeelhouder. Dat trek je uit elkaar om ongelukken zoals bij de aanbesteding in 2001 te voorkomen. Die vestzak-broekzak discussie waar Timmer het ook over had. Nou, die maakt dus heel erg hard, heel erg duidelijk dat je die verantwoordelijkheden moet scheiden. Want dan krijg je veel betere besluitvorming. Maak je de hele besluitvorming een stuk transparanter. Maar daar hoort het dus wel bij dat wij als aandeelhouder specifieke informatie krijgen van de NS. Die wij wel hebben, maar de concessieverlener niet. En u vindt nog steeds die scheiding zeg maar heel goed. Ook al lijkt het soms alsof er zelfgekozen oogkleppen nee, nee, zijn. Nee. Want wij werken tegenwoordig, en dat was misschien in het begin. Je moet ook zich ook rekenschap geven van het feit dat wij in 2005 aandeelhouder werden. Ja. En in het begin sta je dan natuurlijk ook tegenover dat beleidsdepartement wat al die kennis heeft. En wij als beginnend aandeelhouder, zeg maar, nog niet. En dan heb je misschien de neiging om je een beetje terug te trekken. En je moet jezelf ook een positie verwerven. En inmiddels zijn wij natuurlijk alweer zo'n tijd aandeelhouder en voelen wij ons heel erg comfortabel in die rol. En dan kun je ook wat meer, denk ik weer, wat ontspannender met het ministerie van INM optreden. En wij hebben een uitstekende samenwerkingsrelatie tegenwoordig. Ja, nog even ook over de staat als aandeelhouder. Directieleden en commissarissen van dus de NV hebben de wettelijke plicht om in het belang van de onderneming te handelen.
Maar dat komt niet altijd overeen met het publieke belang. Dan nog, heeft u dan als aandeelhouder wel genoeg sturingsmogelijkheden om dan in te grijpen? Omdat u ook volgens de notitie statusnemingen moet u ook nadrukkelijk het publieke belang behartigen. Is dat dan voldoende? Ja, nou, ik denk het wel. Ik zal niet zeggen dat het altijd heel makkelijk gaat. Denk aan gisteren. Denk aan? Nou ja, volgens mij is er gisteren een debat geweest over ook de informatiepositie van nou ja, je krijgt niet altijd alle informatie om te beginnen, helaas. Dus dat maakt het sowieso moeilijk. Maar op het moment dat wij wel de relevante informatie hebben, dan kan het natuurlijk wel eens zijn, en dat is ook niet zo verwonderlijk, dat een deelneming, een bedrijf, een iets andere opvatting heeft over wat er kan en moet dan wij. Nou, dan ga je erover praten. En heel vaak komen we dan uiteindelijk wel tot overeenstemming. En het is ook heel belangrijk om juist ook via informele communicatiekanalen, die lijnen, communicatiekanalen open te houden. En de mensen ook te zien en te spreken op het moment dat er niks aan de hand is. Ja. Want als er dan echt wel wat aan de hand is en er is wel crisis, dan kun je elkaar ook makkelijker vinden en dan gun je elkaar ook wat meer. En dan kom je ook makkelijker tot overeenstemming. Ik denk, eerlijk gezegd, mijn inschatting is dat wij over het algemeen behoorlijk goed in slagen om het publieke belang over het voetlicht te brengen, zodat de mensen aan de bestuur en de commissarissen dat in hun overwegingen kunnen meenemen. En ja, ik kan me eerlijk gezegd situaties waar ze heel erg tegen het publiek belang ingaan, zoals wij dat hebben geformuleerd, kan ik me eerlijk gezegd niet zo goed voorstellen. Nou ja, tenzij wij dus bepaalde informatie niet krijgen, omdat men een bepaalde inschatting maakt dat bepaalde dingen wel of niet voor ons relevant zijn. En dat blijkt dan achteraf niet altijd de goede beoordeling te zijn geweest. Ja, dan heb je een probleem. Maar als ik u goed begrijp, u bent dus tevreden over de manier waarop het nu geregeld is, de informatiepositie en de sturingsmogelijkheden die u heeft als aandeelhouder? Of zou daar nog toch een verbetering in? Ik zou graag willen van de deelnemingen dat ze nog iets meer ook vanuit de aandeelhouder redeneren, vanuit een bepaalde investor relations principle. Wij moeten er wel behoorlijk om vragen en dan krijgen we het wel. Maar je zou ook willen dat het iets meer in de agenda van de onderneming wordt meegenomen, dat die aandeelhouder op tijd, zonder dat hij erom vraagt, de informatie krijgt. Maar dat is meer een verzoek van u aan de deelnemer dan dat het weerslaat op dat u misschien meer capaciteit nodig heeft? Nou, het heeft te maken met, wij hebben een beperkt hoeveelheid mensen. Nou, dat is in normale omstandigheden genoeg. Maar als de nood aan de man komt, wil je natuurlijk dat je al upfront van tevoren de informatie hebt gekregen, zonder dat je daar dan om moet vragen. En wat ook wel eens gebeurt, is dat je bepaalde afspraken maakt. Je spreekt met elkaar, je maakt afspraken, wij krijgen bepaalde informatie. En dan blijkt dat die informatie niet altijd komt. En dan moeten wij er dus om vragen. Nog een keer, moeten wij rappelleren. Nou, dat rappelleren is, als je al niet zo dik in je mensen zit, is lastig. Dus daarom wil je die verantwoordelijkheid ook wat meer bij die deelnemingen leggen. Dat die ook voelen, een afspraak die we met de aandeelhouder maken, dat krijgt net zo'n hoge status als een afspraak die wij met de RVB maken. Dus een medewerker van willekeurig welke deelneming, als die met mij een afspraak maakt van informatie aanleveren, moet dat net zo belangrijk vinden. Eigenlijk misschien nog iets belangrijker dan een afspraak die hij met de RVB maakt. Zou u daar nog bonus of malussen voor willen uitdelen? Nou, ik denk wel eens dat sommige mensen door ons beoordeeld zouden moeten worden in plaats door de Raad van Bestuur. Oké, dat is Maar dat helaas is dat denk ik net nog even een stapje te ver op dit moment. Dank u wel. Ik geef het woord aan de voorzitter. Maar de hartekreet is gehoord. We gaan nog even één technisch onderdeel langs en dat is de schikking. Daar hebben we de schikking uiteindelijk om de treinen naar Ansaldo Breda. Ja, we maken weer even een stap en daarom leid ik hem zo in. Want anders is het een grote overgang. Want uiteindelijk sluit NS met Ansaldo Breda, met het moederbedrijf, erbij een schikkingsovereenkomst in maart 2014. En daarmee wordt het geschil over de treinen beslecht. Hoe werd het ministerie van Financiën daarvan op de hoogte gehouden?
Nou, wij zijn op de hoogte gehouden allereerst doordat NS zijn strategie met ons besprak. Hoe ze dat wilden aanpakken. En als een mooie naam, Tollgate-methode geloof ik. En dat was door de relatie met Ansel de Breda weer wat op de kalafater. Dus echt met ze in gesprek te raken in plaats van alleen maar advocaten boze brieven naar elkaar te laten sturen. Maar in gesprek komen met elkaar. En dan geleidelijk aan steeds weer een nieuwe fase van het proces ingaan. Doelstelling was wel om te voorkomen dat er juridische procedures uit zouden voortvloeien. Want die duren lang en kosten een hoop geld. En dan uiteindelijk natuurlijk een aantrekkelijke financiële afwikkeling voor de NS te realiseren. Dus als u zegt doelstelling, geen juridische procedures, heeft u dat ook zo verwoord als aandeelhouder tegen de CFO bijvoorbeeld in een soort opdracht? Nou, nee, dat was ook niet nodig, want dat vonden ze zelf al. En uiteindelijk moet je natuurlijk ook nooit zeggen van we gaan geen juridische procedures voeren, want je moet uiteindelijk natuurlijk wel bereid zijn dat te doen. Als je denkt dat de andere kant echt onredelijk is en niet op je argumenten wil ingaan, dan moet je natuurlijk wel de mogelijkheid hebben om juridische procedures te openen. Dus wij hebben dat niet gezegd, het mag niet. Maar de NS heeft al zelf gezegd van ja, dat willen wij zoveel mogelijk voorkomen, want ja, het is toch altijd moeilijk voorspelbaar hoe dat dan precies gaat uitpakken. En het kost heel veel tijd, heel veel onzekerheid. Mm-hmm. Dus als wij met Ansel de Breda op een redelijke uitkomst kunnen uitkomen, dan zullen we dat doen. En wij zullen jullie betrekken bij de verschillende fases van het onderhandelingsproces. En we zullen jullie regelmatig updaten over de stand van zaken. En we zullen jullie niet verrassen met een uitkomst. Dus u had echt het idee, degene die de onderhandelingen voert op dit moment, die weet zich gesteund van ons. We hebben de kaders gegeven. Ja. Maar die kwamen eigenlijk ook overeen. Maar het was geen issue. Hoe groot achter u nou eigenlijk de winkans van de NS als er een juridische procedure zou zijn gekomen? Dat vind ik een moeilijke. Mijn ervaring is vaak wel bij dit soort zaken dat... Dat is heel moeilijk in te schatten. Dit was natuurlijk een razend ingewikkelde casus. Ik zou hem zeker niet hoger dan 50% hebben ingeschat. Mm. En had u een bepaalde bandbreedte financieel meegegeven aan de onderhandelaars? Nou, we wisten natuurlijk wat hun insteek ongeveer was. Hè. Wat de bandbreedte was die zij voorstelden. En natuurlijk wilden zij zo insteken dat uiteindelijk natuurlijk aan de onderkant van die bandbreedte werd uitgekomen. En wij hebben dus ook met die insteek zijn wij akkoord gegaan. Dat hebben we ook, denk ik, aan het begin ook aan de minister voorgelegd. En we hebben de minister ook over het verloop van de besprekingen geïnformeerd. En hoe loopt dat dan? Is het zo dat de Raad van Commissarissen aangeeft de ruimte is, noem maar 125 miljoen, en dat de minister van Financiën dat dan accordeert? Hoe moet ik dat voor me zien? Nou, ik weet niet hoe de CFO exact aan zijn mandaat is gekomen. Ik heb daar dus inderdaad met de heer Robbe over gesproken. En nou, dat zal dan wel geaccordeerd zijn door de RVC. Wij hebben dat dan vervolgens die insteek ook aan de minister voorgelegd en hem daarover geadviseerd. En ja, ook dit is weer zo'n onderwerp waar wij formeel geen instemmingsrecht bij hebben, maar het zou toch wel raar moeten lopen als de minister zegt dit is onacceptabel, dat dan de NS gewoon doorgaat. Maar dat heeft zich ook niet voorgedaan. Nee, dat begrijpen we wel eens als een piepsysteem. Als de minister van Financiën niet ageert, dan is het goed en dan kan het verder zo lopen. Ja, wij koppelen dan ook natuurlijk wat terug bij de NS. We hebben nu jullie insteek ook aan de minister voorgelegd met positief advies, uitgelegd. En de minister heeft akkoord gegeven, dus jullie kunnen verder. Was iedereen dus bij iets u meer nog wel dan een piepsysteem? Okay. Oh, helder, dank u wel. Was het zo dat iedereen op het ministerie, in ieder geval bij uw directie, het verstandig vond dat de NS koos voor een schikking en niet voor een procedure? Ik hoop van wel. Oké. Okay. Maar, ja. En het was aanvaardbaar tot ongeveer 125 miljoen, hoe moet ik dat zien?
Was het op een bepaald moment onaanvaardbaar? Ik denk dat de bandbreedte die was nog wel iets ruimer, zeg ik uit mijn hoofd. Omdat ja, de NS had natuurlijk wel, zeg ik even uit mijn hoofd, al 7 treinen overgenomen. Had ermee gereden en had ook al betaald. Hè? Dus, en voor een ander deel hadden ze al aanbetaling gedaan. Dus het was ook weer niet een hele fijne onderhandelingspositie. Dus die bandbreedte was, dacht ik, wel iets ruimer. Maar de insteek was wel om daar ergens bij die 100, 125 miljoen uit te komen, zeg ik zo even uit mijn hoofd. Ja. En hoe hard zou dat spel nou zijn gespeeld vanuit financiën? Stel je voor dat NS daar niet op deze manier financieel uit zou zijn gekomen. Had financiën dan gezegd, dan wordt het toch echt procederen? Hoe moet ik dat zien? Ja, dat kan je natuurlijk pas zeggen op het moment dat je ook een concrete casus voorgelegd krijgt. En dan moet je jezelf ook echt gaan informeren over het juridische geschil en hoe je dat dan moet beoordelen. Dan moet je echt meer juridisch gaan verdiepen. Nou, ik geloof dat u dat toch ook wel gedaan heeft. Als wij zo ons dossier mogen geloven, is daar wel serieus naar gekeken. We hebben ons natuurlijk wel enigszins, maar we hebben bijvoorbeeld niet hier een eigen extern juridisch adviseur voor ingehuurd bijvoorbeeld. Maar u heeft wel geanalyseerd. We hebben wel gekeken natuurlijk ook naar het materiaal dat ons is aangereikt door de NS. We hadden ook wel het idee van, nou, we hebben geen briljante onderhandelingspositie hier. Nee. Daar moet je ook heel eerlijk in zijn. Aan de andere kant is het ook wel weer zo dat Ansaldo de Breda ook wel niet heel erg goed heeft geleverd. Hè? Dus ja, weet je, het is... Speelde u nog mee dat de bank uiteindelijk degene was geweest die de kattenbel aangebonden heeft om tot een schikking te komen? Ik kan me zo voorstellen dat het ministerie van Financiën denkt, hey, komt ineens een bank, het is financiële belangen. Heeft dat nog een rol gespeeld? Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Oké, okay. Nee. Ik kwam in me op. Ik kijk even naar mijn collega's of er nog een aanvullende vraag is die ik heb laten liggen. Ja. Nou, u zei net dat de onderhandelingspositie was niet briljant. Wat was uw analyse? Ja, wat was mijn analyse? Nou ja, wat ik net al zei, je hebt al betaald. Hè? Je hebt gereden met treinen. Dus je bent door een bepaalde certificerings- en test- en goedkeuringsprocedure... Vorige week met rode oortjes naar geluisterd. Heel leerzaam. Ook voor ons als aandeelhouder trouwens. Dus ja, Ansaldo Breda kan zeggen, ja, wij hebben gedaan. Jullie hebben te hard door die sneeuw gereden. Jullie hebben ons geen eerlijke kans gegeven. Hè? Dus ik vond dat nog niet zo. En natuurlijk kon je ook zeggen, ja, Ansaldo Breda heeft niet aan een aantal verplichtingen voldaan. Er is een technische audit geweest, maar die treinen zijn wel. Hebben een sticker gekregen van, u kunt gaan rijden en daar is mee gereden. Ja. En dat speelde ook nog mee dat de treinen ook nog zijn overgenomen voortijdig. Ja. Dat speelde ook voortijdig, een rol. Dat weet ik dan niet. Dat heb ik inderdaad gehoord vanuit de verhoren. Onder de druk om toch maar zo snel mogelijk te gaan rijden. Dus dat zijn geen dingen die nou de onderhandelingspositie versterken. Ja, dank u wel. Ik geef het woord weer aan mevrouw van Torburg. Dan ben ik toch een beetje benieuwd, wat leerde u dan als aandeelhouder uit de verhoren met de certificering? Gewoon de techniek of waren er bijzondere dingen? Ik ging er vanuit dat als er treinen worden aangeschaft die 250 km per uur met een paar honderd passagiers gaan rijden, dat die heel zorgvuldig worden gekeurd. En als je een auto uit Duitsland invoert, dan wordt die door de RDW binnenste buiten gekeerd. Maar een trein met een paar honderd mensen, dat gaat dan op een... Voor mij vind ik dan, maar dan weer vooral als burger, toch wel merkwaardige wijze. En ik, als aandeelhouder zijn er wij vanuit gegaan dat in Nederland dat proces gewoon goed is georganiseerd. En bij een volgend traject gaan we daar natuurlijk als aandeelhouder wel eventjes checken van hoe is dat proces deze keer georganiseerd. Maar dan ben ik toch blij dat ik die vraag nog even stel, want het lijkt erop alsof in de nieuwe plannen, of die nou in Nederland ontwikkeld worden of Europees, dat het nog meer is ieder zijn eigen rol en afstand en
Zou u dan uw minister adviseren als zoiets in de ministerraad komt? Ieder zijn eigen rol, dat herken ik niet zo. Hè. Wij zijn niets nu ook bij de aanbesteding van die nieuwe Intercity-trein betrokken, samen met INM. We kijken hoe dit proces, dit deel van het proces is georganiseerd. We hebben ook samen met INM een onafhankelijke adviseur voor ingehuurd. En onze betrokkenheid. Kijk, wij hebben geen technische kennis, dus wij gaan niet zelf die treinen controleren. Maar wat wij wel kunnen doen, is ervoor zorgen dat het proces rond die treinen, dat dat in ieder geval aan alle standaards voldoet. En dat dat een gedegen proces is. Waar ook de risico's worden geminimaliseerd. Dus je moet ook treinen gaan uitvragen die realistische eisen hebben. Waar er ook voldoende fabrikanten zijn die die specificaties kunnen leveren. Je moet niet een trein neerzetten die maar door één fabrikant geleverd kan worden. Want dan ben je natuurlijk aan de goden overgeleverd. Ik hoor u zeggen dat u in ieder geval ook vanuit uw aandeelhoudersrol alert bent op die hele problematiek rondom de keuring, certificering, los van het feit dat u aangeeft, het is niet uw... Ik had liever gehad dat daaruit naar voren komt, dat is allemaal prima geregeld. Dat idee heb ik op dit moment niet. Dus wij moeten nu, en dat zullen ze bij de NS ongetwijfeld ook vinden. Dus we gaan nu ook met elkaar kijken hoe we dat proces verder goed kunnen vormgeven, zodat wij niet met een bakootje langs die treinen hoeven te lopen als aandeelhouder, maar dat wij ervan uit kunnen gaan dat het proces gedegen is tot stand gekomen. Ja. Wij komen tot een afronding van dit verhoor. Maar ik heb natuurlijk nog één slotvraag, die stel ik ook aan u, vanuit uw aandeelhouderschap. Of er in de periode dat u betrokken bent bij het V250-project, uw signalen zijn bereikt van onregelmatigheden, zaken van u denkt die kunnen niet door de beugel. Strafrechtelijk of anderszins? Nou, ik heb natuurlijk gehoord wat de heer de Scheemaker daarover naar voren heeft gebracht. En over onregelmatigheden. En hij heeft daarvan melding gemaakt aan het Openbaar Ministerie, als dat zo heet, in België. En die zaak wordt daar bekeken, maar dat is het enige wat ik ervan... Daarvan heeft hij gezegd dat er een melding was gemaakt, omdat dat in België zo hoort. Maar uiteindelijk bij de slotvraag antwoordde hij ook nee. En ik hoor u ook. Nou, dit is het enige wat ik dus ken. En verder ben ik nergens. U zijn zelf nee, geen onregelmatigheden. Nee. Okay. Dan sluit ik bij deze dit verhoor.